Wat is uw naam? Mijn officiële naam? Ja. Caroline Margaretha van Praag. Van Praag. En u bent geboren wanneer? 12-11-25. Ja. Nou, dan bent u net jaren geweest. Ja. En waar bent u opgegroeid? In Schiedam. Schiedam. En kunt u wat vertellen over uw familie en hoeveel broers en zussen u had? Ik heb hem nog 1 broer. Ja. En uw ouders? Wat, Mijn ouders zijn overleden. Ik ja, begrijp ik. Zo jong meer. nee, begrijp ik. Maar wat deden uw ouders in Schiedam? Mijn vader was hier de directeur van de bouw- en woningdienst. Ja. En was ingenieur. En was meester in de rechten. En meester ook in de rechten. En was er een Joodse gemeenschap in Schiedam? Nee. Nee, die was er niet meer. Er waren een paar. 2 families, daar gingen mijn ouders wel mee om. Verder was hij voogd van een of ander jongetje wat het niet zo goed deed. Maar dat waren minimaal. Ja. Ik heb de sterren rondgebracht in Schiedam en Vlaardingen toen we die ster moesten gaan dragen. En ik dacht dat mijn vader de 30 had gekregen. Maar daar was Vlaardingen dus ook bij. Oké. Okay. Ja. Dus het waren minder dan 20 mensen die hier in Schiedam woonden, waarvan wij er dus 4 waren. Ja, en kwam uw vader ook uit Schiedam? Of nee, mijn vader komt uit Amsterdam. Ja, ja. En mijn moeder komt uit Borculoze. Daar is ze geboren. De Achterhoek. Want uw vader had zeg maar een aanstelling gekregen van de gemeente Schiedam dat hij hier is terechtgekomen. Wat zegt u nou? Uw vader heeft een aanstelling hier gekregen in de gemeente Schiedam dat hij hier terecht is gekomen. Dus jullie zijn hier komen wonen in Schiedam omdat hij hier werk had. Nou, jullie niet. Ja. Hij en zijn vrouw zijn hier komen wonen. Ik ben hier in een Rotterdam ziekenhuis geboren. Ja. Hij is heel jong hier aangesteld. Hij heeft de stad opgebouwd van 40.000 inwoners tot 80.000. En vooral die mensen woningen gebouwd. Ja. Of laten bouwen, liever gezegd. Ja, dus hij was echt wel een belangrijk persoon in Schiedam. Dus, hij hoorde tot de hoofdambtenaren hier. Ja. En hij was plaatsvervangend kantonrechter. Ja. In Schiedam, maar verder was hij in de landen ook bekend. Ja. Door alles wat hij deed en waar hij over schreef. Bouwrecht, bijvoorbeeld. Ja. En want u vertelde mij ook dat hij de voorzitter was van de Nederlandse Zionistenbond in Rotterdam ook. Hè? Wat voor rol speelde het Zionisme bij jullie, in de familie? Dat vanzelfsprekend was dat we moesten vechten, is misschien te sterk, om een eigen land te krijgen. Dat was wat de Zionisten toch wilden. Ja. Zeker in die tijd voor de oorlog. Dat is inderdaad dus gelukt. Ja. We hebben niet alleen de belofte, maar toch ook werkelijk een land gekregen. Ja. Dus het doel van de Zionisten nu is toch een klein beetje anders dan voor de oorlog. Ja. Maar kreeg u dat heel erg mee ook, toen u opgroeide in Schiedam? Oh, dat kwam zo ter sprake, ja, overal. En daar groeide je wel mee op. Ja. Maar je besloot nog niet of je naar de toenmalige Palestina zou gaan. Zover is het niet gekomen? Zover is het niet gekomen. Voor die tijd waren we al in een concentratiekamp. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het was niet dat er voor de oorlog al sprake was van... door de dreiging van Nazi-Duitsland... dat er misschien al reden was om weg te gaan. Nou, door de dreiging... was er wel de mogelijkheid. Mijn oom uit Israël... heeft ons... bericht, ik weet het niet, een telegram of telefoon. Wij hadden wel telefoon toen, maar niet iedereen. Dat hij voor affidavits kon zorgen dat we kwamen. Ja. En daarvoor hebben ze, mijn vader, een professoraat in Harvard University aangeboden. Maar... mijn moeder zag daar tegenop. Waarom? Weet ik niet. Oh. Want uw oom was al in Israël, dus eigenlijk zijn broer was al naar Palestina gegaan. De zuster van mijn moeder, die was met de gezin in 1935 naar het huidige Israël gegaan. Ja. En hebben zij... hun opgezocht nog in die tijd? Zij heeft voor de oorlog hen ook opgezocht en in de tijd wel verteld over hoe het land was, wat ze gezien had en hoe ze daar woonden. Ja. En mijn oom, het is dus bij... Die werkte hier bij een bank, die werkte daar ook bij een bank. Dus later de thesaurier, toen het Israël werd, eigen staat werd, is hij dus de thesaurier van de staat geweest. Oké, ja. Ja. En hoe heette hij? Dat was... Oh, ook Polak, zoals zoveel Polak heette. Ja, ja. Dat was de naam van uw moeder, Polak. Ja, mijn tante was dus Polak, Leverpol. Ja. En dat was natuurlijk de zus van uw moeder, sorry. Ja. Ja. En toen, hoe kwam de dreiging van Duitsland? Was dat ook iets waar u ook over hoorde aan tafel? Over Duitsland? Ja. Tuurlijk hoorde je. Ja. Er werd geen kinderpraat aan tafel gehouden. Ja. Je moest gewoon mee kunnen denken, de omstandigheden leren kennen. Ja. Voor zover leren kennen is. En je hoorde ook de gesprekken als er bezoek kwam. Ja. Er werd zeker over gesproken toen. En hadden jullie ook contact met vluchtelingen die uit Duitsland kwamen? En... ja, met enkele wel. Er was ook een kamp in Hoek van Holland waar ze mensen naartoe hebben gebracht. Sommigen zijn meteen vrijgelaten, zal ik maar zeggen. En anderen zijn in kamp terechtgekomen, zoals Westerbork ook ontstaan is. Ja. Ja, de jonge mensen die kwamen. En die ondergebracht moesten worden. Sommigen zijn in een weeshuis terechtgekomen. Sommigen zijn opgenomen bij mensen. Maar Westerbork is daarvoor gebouwd. Ja. En wat voor een rol speelde het Jodendom? Het bewust Jood zijn was er altijd, religieus waren we niet. Nee. En... naar de Sjoele synagoge gaan. Er was in Schiedam geen synagoge meer. Die is blijkbaar gesloten in 1921. Dus zo weinig mensen waren er. Ja. En in Rotterdam, dat was meer dan een uur lopen. Als je dus niet met de tram wilde of behoorde te gaan. Als je religieus bent, hoor je niet met een tram te gaan op zaterdag. Ja. Maar gingen jullie wel met de grote feestdagen naar de Sjoel in Rotterdam? Of? Nee, wij gingen nooit. Mijn vader die vond, als je niet religieus bent, hoefde je ook niet alle tradities te doen of rituelen. Ja. Op Sabbat werd dus ook geen kaars aangestoken vrijdagavond dan. Dat heb ik allemaal pas wat later geleerd. Maar ik vond dat hij groot gelijk had. Als je het ene niet doet, dan hoor je het andere ook niet te doen. Dan zegt het je niet zoveel. Ja. En later blijkt dat het rituelen toch nog wel iets kunnen zeggen. Ja, en toen is de... Wat kunt u wat herinnert u zich nog van de inval van de Duitsers toen uiteindelijk de oorlog begon? Nou, het bombardement natuurlijk van Rotterdam was altijd aan elkaar gebouwd. Ja. Dus, behalve dat ze hier overheen, over Schiedam, trouwens, Wilton Fijenoord, wat hier is, heeft ook bommen gekregen. Ja. En de stad, maar niet zo als Rotterdam gebombardeerd is. Die dagen daarvoor dan hoorde je dat men vocht, maar zo'n bombardement, dat zie je, dat merk je. U ziet hier ook het uitzicht. Ja. Dus met die bommen, alles wat er kwam, zag je ook nog wel wat. Al woonden we toen in een straat. Ja. Bovendien kwam een oom van mij die in Rotterdam woonde. Het is grotendeels het centrum wat ze gebombardeerd hebben. Die was gevlucht. Later bleek dat zijn huis gespaard is. Maar dan merk je wel als daar iemand zonder een jasje met een handdoek om zijn hals, heel zenuwachtig, bij je terechtkomt. En ik weet niet hoe, of hij met de tram is gekomen of hij een taxi heeft genomen. Ik was alleen verbaasd toen hij daar zo binnenkwam. En hij is dus verder gereisd naar Engeland en in Amerika terechtgekomen. Dus uiteindelijk is hij in staat geweest om nog naar Engeland te komen? Ja, wij zitten hier niet zo ver van Hoek van Holland. Ja. Was het bij jullie ook overweging toen op dat moment? Was dat bij jullie ook een overweging, die eerste dagen, om weg te proberen te komen? Hij heeft gezegd om mee te gaan. Maar mijn vader wilde niet mee. Die was ook hoofd van de brandweer en hoofd van dit en dat. En die vond dat hij op zijn plaats moest blijven. Bij zijn taak moest blijven. En toen zei mijn moeder, gaan jullie maar mee. Dus mijn broer en ik. En mijn broertje die wilde niet. Alleen met mij gaan. Dus toen dacht ik, dan moet ik ook maar hier blijven. Dus was dus hoeveel dagen na de inval? Dat is, zeg maar, wanneer was het bombardement? 4e, 5e mei? Nee, 10 mei is de inval geweest. Volgens mij is 14 mei de inval geweest. Of is het bombardement, dacht ik. Ik dacht dat het 14 mei was. 10 mei is de inval begonnen. Ik dacht of 12 of... Het is meteen nadat Rotterdam gebombardeerd had, hebben ze zich overgegeven. Ja, precies. Dus dat moet dan echt 14 mei zijn geweest. Ja. Dus wel echt binnen een dag was dit besluit en ja. Was dat, ja. Ongelooflijk, ja. Er zijn wel wat mensen nog uit de Hoek van Holland vertrokken. Ja. Met kleine bootjes. Ik was toen 15 jaar, neem ik aan. 15, 16 jaar? Of, 14 was hij. Ja. 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 Ik werd eind van het jaar dus 15. Ja. Dus we waren bij de inval en de mogelijkheid om te vluchten. Nou, toen begon het gewone leven weer. Ja. Ja. Het begon het gewone leven, niet helemaal gewoon, want iedere keer kwam er wetregels bij wat Joden in Nederland niet mochten. Ja, niet naar de winkels, behalve om een bepaalde tijd. Ja. Steeds kwam er wel bij. En dan zat je dus in Schiedam ook zo geïsoleerd ook nog. Dat... Moet je luisteren. Iedereen wist het. Al die collega's van mijn vader, die wisten blijkbaar dat hij Jood was. Dus je moest je melden. En toen hij zich meldde, toen werd er gezegd, hoeft niet, heb wat opgeschreven. Zo goed was de administratie. En eigenlijk zo onaardig in Schiedam. Dus je kreeg niet eens de kans om dat niet op te geven dat je Joods was. Slaat niet op mij of op ons gezin, maar op iedereen. Ja. Nou. Ja. En zo ging het dus verder. En toen we dus niet meer naar school mochten. Mijn broer moest nog. Kon nog wel, want die kon met de tram. Maar ik op een gegeven ogenblik ook niet naar het Joods Lyceum toen we... Dat was in Rotterdam. Toen we dus niet meer naar de scholen hier in Schiedam mochten. Dus wanneer bent u... dat was wanneer dat u van uw school af moest en naar... 41, 42. Ja. Want wij zijn eind 42 weggehaald. En mijn broer is de laatste tijd nog wel geweest. Ik niet. Die hebben ze dus uit school gehaald. En waarom kon uw broer wel nog even blijven? Omdat het zo ver weg was. Het was een gebombardeerde school in Kralingen waar we zaten. Waar alleen nog, laten we zeggen, de parterre overgebleven was. En daar hadden de Joodse kinderen uit Rotterdam en omgeving dan les. Ja. Want iedereen wilde doorgaan natuurlijk en gewoon verder leren. Je verwachtte toch ook niet dat die oorlog zo lang zou duren. En wat er met jou zou gebeuren. Toch niet. Dan moest je naar een aparte school. Ja. En dat was niet vol te houden. Dat was voor mij 2 uur lopen. Mijn broer kon dus met de tram gaan. En 2 uur terug. Dus er bleef ook gewoon geen tijd over om huiswerk te maken. Dus u heeft ook echt die 2 uur gelopen? Ik heb het schooljaar afgemaakt. En u liep in 42. En toen dus de vakantie voorbij was... ben ik niet meer naar school gegaan. Dat hebben we geleerd thuis natuurlijk. Maar ben niet meer naar de school, omdat... Toen had ik deze klas af en de nieuwe klas. Bovendien, er waren al bijna geen kinderen over. Want ze hadden in Rotterdam ook al een hele hoop. Vanaf juni 42 zo ongeveer weggehaald. Maar Herman is dus wel nog geweest. En was dat, toen u van school af moest, moest je al de Jodenster op hebben? Of? Oh jee, ja. Maar u heeft ook daadwerkelijk die 2 uur naar school gelopen met die ster op ook? Ja hoor. Ja. Wat maakte je dan mee? Had je dan een reactie? Ik bedoel, ik heb 1 keer meegemaakt dat 2 Duitsers mij passeerden en me aankeken en toen zeiden schade. Nou. En voor de rest deed iedereen alsof ze het niet zagen? Of... Ze waren ook... Ze durfden je niet meer aan te spreken. De Nederlandse bevolking heeft zich niet altijd even heldhaftig gedragen. En ze zijn 6 keer bij ons geweest. En wij waren dus, of stonden dus... die Barneveld reist, mijn vader en zijn gezin. En de 6e keer zijn we toch weggehaald. 6 keer langs geweest om jullie op te halen? Ja. En door de lijst waar we op stonden, waar ook de voorwaarde was, die lijst is vastgesteld door een paar staatssecretarissen. Dus het was wel een hele officiële lijst. En dan zouden we niet uit ons huis gehaald worden. En we zouden niet uit Nederland weggaan. En 5 keer heeft dat geholpen. En de 6e keer was Nederland 6S en politie die kwam. Hebben ze ons weggehaald. U vertelde ook net dat u degene was die de sterren moest rondbrengen in Schiedam. Ik heb het aangeboden. Mijn vader vond het zo verschrikkelijk. Die kon het eigenlijk niet, dus hij geef mij maar. Geef maar een lijstje. Nou, dat was Vlaardingen ook bij. En waarom had uw vader die sterren gekregen? Omdat hij de belangrijkste Jood was van die paar Joden die er in Schiedam woonden. En bovendien zelf nog tot de ambtenaren behoorde. En het komt natuurlijk bij de gemeente binnen. Dus het is logisch dat ze het hem geven. Want hoe lang heeft hij nog gewerkt als ambtenaar? Nee, hij werd ontslagen al in het eerste jaar. En waar men nooit over heeft, 300 gulden werd het maandgeld. Wat je kreeg in plaats van je salaris. En dat realiseer je pas eigenlijk later. Ook hoe moeilijk dat voor mijn ouders geweest moet zijn. Want dit was natuurlijk wel weinig. Wij hadden een huurhuis. En dan blijft er niet veel geld over. Ondertussen moest je geld gaan inleveren. Je sieraden gaan inleveren bij Lipman en Rosenthal. Hoe ging, kan je dat nog herinneren, hoe dat ging? Moest je dan een soort lijst aangeven met van ik heb zoveel sieraden en... Dat weet ik niet. Ik ben er nooit bij geweest als mijn vader iets ging inleveren. Niemand heeft eigenlijk alles ingeleverd. Als je iets kon geven aan vrienden, die zei ik bewaard, waarvoor je deed je het. Maar je kon natuurlijk niet niets inleveren. Maar daar is, dat is iets heel anders, op het ogenblik veel meer van bekend. Nu men de laatste jaren het over de roofkunst heeft. En alles wat men afgepakt heeft, als men de mensen uit huis haalde. Er is in Rotterdam in Boijmans nu die tentoonstelling over. En daar ben ik net geweest. En door de conservator rondgeleid. En toen merkte ik hoe hij zich ook had ingewerkt. Men heeft daar nooit over gesproken. Ja, dat er zoveel schilderijen naar Nederlandse musea zijn gegaan. Ja. Hoe de conservator zich heeft ingewerkt? Nee, ja, ik heb een beetje een bevoorrechte positie gehad. Dus hij kende de naam Ebbinge Wubben. Ja. Dat was toch vroeger de directeur. Ja, dat was u. En ik had dus opgebeld naar deze directeur. Omdat ik wat meer wilde weten wat ze roofkunst noemde. En nog een andere naam voor. Dus ik had een gesprek. En toen zei hij, komt u kijken? Ik zeg, nou, kom regelmatig naar Boijmans toe. Ja, dan hoeft u niet te betalen. Ik zei, dat is niet nodig, ik heb een museumkaart. Wat een grote, ja. En toen zei hij, als u komt, dan zal ik zorgen dat de conservator die het gemaakt heeft, u rondleidt. Ja. En toen verbaasde ik me wat hij wist, ook over de omstandigheden. Hij sprak zelfs niet van Lipman Rosenthal, maar van Liro. De afkorting die men toe had. Ja. Of nu heeft hij. Weet je niet. En hoe is het gekomen dat uw vader op de Barneveldlijst is gekomen? Ik vertelde u net, hij is ingenieur en hij is meesterdokter in de rechten. En hij heeft veel geschreven. Veel over recht. En vooral ook als het met bouw te maken heeft en recht. Maar ik heb hier niet veel boeken meer. Schiedam bleek een aantal boeken te hebben en heeft dat een keer tentoongesteld. En toen merkte ik dat ze niet alles hadden, dus wat ik in huis had, heb ik daar aanvulling gegeven dat als ze hem enige eer willen geven, dat ze dan ook al het werk wat hij gedaan heeft in huis hebben. Hij is hier lang geweest, hij is als jongeman gekomen. Ja. Maar ja, hij gaf ook colleges in Leiden en dat was op rechtengebied, administratief recht. Ja. Het is veel met Den Haag en met de ministeries te maken. Waarschijnlijk is hij daardoor op die, als een van de eerste moet ik zeggen, op deze Barneveldlijst gekomen. Zonder iets te doen. Later hebben de mensen gevochten om te proberen erbij te komen. Ja. Maar ja, het heeft toch de meeste mensen hun leven gered. Ze hebben niet in huis kunnen blijven, ze hebben niet in Nederland kunnen blijven. We zijn in kampen terechtgekomen, maar we zijn in het algemeen niet naar Auschwitz gegaan. Ja. Gebeurt wel eens een vergissing. Dat wel, maar. Ja, dus toen kunt u dat vertellen over hoe jullie zijn weggehaald uit Schiedam naar Barneveld? Het was niet naar Barneveld, er was niets. Wij zijn naar de Hollandse Schouwburg, heet dat, ja, in Amsterdam gebracht. Mijn vader is in de gevangenis terechtgekomen. En waarom? Dat zou ik niet weten. Ja. Gewoon omdat zij vonden dat ze dat doen moesten. Ja, nee, begrijp ik, maar dat. Maar die ging dus niet mee naar Amsterdam. En daar heb ik geprobeerd, mijn moeder was ook een beetje overstuur, op die Barneveldgroep te zeggen: wij mogen niet opgepakt worden, wij moeten vrijgelaten worden. En dat is ook gelukt. Alleen we konden niet terug naar huis natuurlijk. Dus jullie zijn de Hollandse Schouwburg konden jullie verlaten? We zijn de Hollandse Schouwburg uitgekomen met een adresje waar al iemand weggehaald was. En daar zouden we wel kunnen slapen. Maar je werd eruit gelaten. Als het 8 uur was en de Joden mochten na 8 niet op straat. Dus dat wist iedereen. En met je ster op. En we zijn daar gekomen. En ik wilde niet naar boven. En ik zou nog niet weten. Ik kon geen woord vinden. En toen zei ik vind het te burgerlijk. Wat natuurlijk heel vreemd eigenlijk is. Zo jong was ik nou ook weer niet meer. Om dat te zeggen. Maar het een woord was wat ik nooit gebruikte. Dus we zijn niet uit 2 hoog naar boven gegaan. Weet u nog waar dat was? Ik weet wel waar het was. Ik weet op het ogenblik, misschien komt het dadelijk boven, de naam van die straat niet. In ieder geval, mijn moeder had kort daarvoor bericht gekregen van een nicht die moest verhuizen van het Gooi naar Amsterdam. En ik onthoud vrij makkelijk. Dus ik zei, laten we daar maar naartoe gaan. Lopend alles, hè? Je mocht niet in de tram. En daar kwamen we aan om 10 uur. En daar had ik niet aan gedacht dat iemand zou open doen om 10 uur. Zeker niet in die tijd. Maar ze keek uit het raam. Het was een parterre flat op het Merwedeplein, wat toen anders heette. En zagen ons staan. 3 van de 4. Dus ze deden open. En daar zijn wij geweest. Tot ik me bedacht dat ik moest proberen mijn vader uit Westerbork vrij te krijgen. En toen ben ik naar de... Hij zat in Westerbork inmiddels. Hij was naar Westerbork gebracht. Hij heeft geloof ik een maand gevangen gezeten. En naar Westerbork gebracht. En dat hadden we gehoord. En toen ben ik naar de Euterpenstraat gegaan. Ja. Naar As de Funte. Ik heb me niet laten wegsturen, dus ik ben bij hem zelf terechtgekomen. En heb hem kunnen overtuigen dat hij mijn vader vrij moest laten. En even waar ik bij was, dus opgebeld naar Westerbork. En ik heb mijn vader zelf aan de telefoon gehad. En hoe heeft u hem weten te overtuigen? Ja. Maar hoe? Weet ik niet, gewoon door mijn invloed. En mijn indruk die ik maakte, nou, blijkbaar. Toch, en me niet weg laten sturen. 17 jaar toch? Dat wel. Ja. Ja. En, waar ik er toen niet aan gedacht heb. Of hij geld genoeg bij zich had om van Westerbork naar Amsterdam te reizen. Dat weet ik niet meer. Maar hij is... Of dat hij het iemand anders moest vragen. Maar hij is in ieder geval gekomen. Maar daardoor zaten wij ook met één officieel op een adres waar we eigenlijk voor die tijd die maand illegaal hebben gezeten. Stonden niet ingeschreven in Amsterdam. Ja. En toen mijn vader dus in Amsterdam aankwam, heeft hij opgebeld naar een van die 2 staatssecretarissen die die lijst hadden samengesteld. En in die tijd is ook, ik dacht dat de directeur was van het Concertgebouw. Want dat Concertgebouw, orkest, dan ben je zelf een muzikus. Mengelberg, of nee. Niet de dirigent, maar de echte zakelijk directeur. Ja, ja. Ja, dat weet ik. En die was ook naar de gevangenis gebracht en ook naar Westerbork. Die hebben ze toen ook vrijgelaten. Dus er waren al 2 gezinnen die eigenlijk weg moesten en die niet meer. Ja. Want jullie zaten in dat adres, daar zaten ook nog andere mensen, dus jullie zaten met hoeveel mensen in die woning daar? We zaten met die ouders, 2 vrij kleine kinderen. En toen wij 3 erbij. Ja. En dat was niet genoeg, maar dat vond je niet erg, als kind sliep je op de grond. Want we hadden toch geen luchtbedden ook. En het was een huis waar geloof ik 1 vrouw gewoond had, dus zoveel bedden waren daar niet. Maar daar herinner ik me ook niet veel van, want dat interesseerde me niet. Ja. Ja, hoe je nou sliep. Je wist dat je niet in de gewone omstandigheden zat. Maar zo zijn we dus in Barneveld terechtgekomen. Want die staatssecretarissen, die zijn een ruimte gaan zoeken. Maar de mensen die op de lijst stonden naartoe konden. En dat was in Barneveld. En dat was een groot huis. Het wordt altijd kasteeltje genoemd, het was niet echt een kasteel, maar het had wel een paar kantelen bovenop. En daar zijn we in lege ruimtes gekomen waar niets was. Nou ja, een paar bedden, die kun je dus snel in elkaar zetten. En die waren twee hoog daar. Er waren ook best wel veel mensen die daar zaten, toch? Er waren veel mensen die daar zaten, toch? Het was... we zijn er gekomen, die twee gezinnen. Toen kwam er al heel snel een meneer Speijer uit Amsterdam, geloof ik, een leraar bij. En zo zijn er langzamerhand meer bij gekomen. En die, daar is aan gevraagd om meubels mee te nemen. Dus op een gegeven ogenblik hadden we tafels en stoelen. Alleen het was natuurlijk een ratje toe. Ja. Ja. Ze hebben daar dus ook de mensen van het Concertgebouw, de Joodse muzici, naartoe gebracht. En Rosa Speer is daar gekomen. Ja, dus dat wel met heel veel interessante mensen, zeg maar. Jazeker. Ja. En nog wel wat professoren. En de les die we kregen, we zijn gelijk gaan beginnen met lessen ook. Dat werd gedaan door de mensen die er waren, die eigenlijk allemaal een universitaire studie hadden. En sommigen die waren niet gewend middelbare schoolkinderen les te geven, maar studenten. En dat was voor ons dan weer eens een beetje moeilijk. Mijn vader gaf wiskunde. Ingenieur weten wat van wiskunde, het had hem altijd geïnteresseerd, dus hij had toch nog wat meer aan wiskunde gedaan. En er waren dus ook mensen, leraren taal of professoren, in een of andere taal. Ja. En daar hebben we dus hard gewerkt, want we vonden allemaal dat we door moesten gaan. En werden jullie bewaakt door de Nederlandse politie of door de Duitsers daar? En, weet je, in dat huis was een tuin. Maar we mochten dan niet aan de voorkant komen, de achterkant wel. In die tuin. Dat weet ik niet zeker. We waren bewaakt. Ja. Ik denk dat het de Nederlandse politie was. Maar ze kwamen niet binnen. Ja. Dat was het gekke. Ze konden toch ook die tuin inkomen, het huis ingaan. En wij mochten er niet uit. Waren er ideeën om daar te ontsnappen en te vluchten? Natuurlijk, nou dat weet ik niet. Ik heb willen ontsnappen, ja. Toen de Duitsers kwamen om ons te halen, want ik zag ze aankomen. Ik zag een trein waar Duitsers uitstapten. De tuin was er, het hek was er, iets verder, daarvoor ging die trein staan. En toen wist ik dat het mis was. Toen ben ik snel naar mijn ouders geholpen, ik zeg nou mee. Want ik wist waar ik uit kon. Ik had... contact met een secretaresse van een oom. En ik wist dat die in het verzet zat en die had mij ook verteld waar ik eruit moest. Hoe hadden jullie contact via de telefoon? Kon je nog naar bellen? Of... Had ik voordat we naar Barneveld gingen. En in Barneveld mocht je wel één keer in de zoveel tijd bezoek hebben. Is zo een keer geweest. Dus ik wist hoe ik eruit moest. Maar mijn ouders wilden niet mee. Ze zeiden weer... Mijn broer, die niet alleen wilde. Ondertussen had ik ze ook een beetje leren kennen. En ja, ik ben vrij brutaal, blijkbaar. Laat me niet gauw van streek brengen, dus ik denk, dat maar niet. Dan moeten we maar blijven. Nou, en toen zijn we dus naar Westerbork gebracht. En dachten, nou is dus deze lijst niks meer waard. En iedere week verwacht je dan dat jij erbij hoort dat je naar Auschwitz gaat. Iedere week ging er toch een transport. En wanneer zijn jullie daar? Wij hebben daar dus een jaar gezeten. toen waren dus de Engelsen in Frankrijk gekomen en trokken op naar het noorden. En toen hebben ze Westerbork leeggemaakt. Dus toen zaten jullie daar nog in Westerbork? Wij zaten er nog, ja. Toen hebben een paar mensen daar mogen blijven om het op te ruimen. En dat waren dus een paar ordendienstmensen. Dat was de politie van onze eigen mensen die in de kampen rondwandelden. En een paar van de jongens die dus in 1938 naar Westerbork waren gekomen uit de kampfeinsassen. Ja. En toen is de helft van wat er nog in het kamp zat, er kwamen toch iedere week mensen binnen die gepakt waren, ondergedoken gepakt waren. De helft is naar Bergen-Belsen gegaan en de andere helft naar Theresienstadt. En naar Theresienstadt zijn ze binnen de maand weer naar Auschwitz gebracht, behalve de Barneveldgroep. Want toen jullie, zeg maar de hele groep die naar Theresienstadt is gegaan, is die ook pas op het laatst gegaan, ja, de Barneveldgroep? Of waren er al mensen van de Barneveld? Het waren anderen ook. Ja. Die Barneveldgroep was ongeveer tussen de 600 en 800. En dacht ik, laten we zeggen 800, en er zaten een paar duizend in Westerbork. Dus deze groep is dan naar Theresienstadt gegaan, plus een aantal mensen die daar zaten, die ook een sper of zo hadden gehad en wat langer zaten, maar weg moesten nu, zoals wij een sper hadden, zoals men dat noemde. En de andere deel is naar Bergen-Belsen. Ja, wat, zeg maar, toen jullie in Barneveld zaten en in Westerbork, wat wisten jullie van de kampen in Duitsland? Eigenlijk heel weinig. Je hoorde wel eens iets van nieuws waar illegaal naar geluisterd werd. Maar wie dan dat radiootje had, dat weet ik ook niet. Of dat kwam van de marechaussee die Westerbork had. Heel veel marechaussee die hier het bewaakte. En daar een goede tussen zat. Maar daar hoorde je dan wel eens berichten. Maar we geloofden het niet. Je wil het ook niet geloven, denk ik. De mensen die gedeprimeerd raakten, die stierven ook snel. Ook in Westerbork. Als je niet meer de moed had, dan hield je het niet vol. Zo goed was het eten nou ook niet. Dus... ja. En toen ben je in Theresienstadt, ja. En toen wist je wel dat Auschwitz dat was. Dat hoorde je vooral in Theresienstadt, of was dat... We hadden dus wel iets gehoord, maar daar wist je het dus zeker. Want de transporten die vandaag gingen naar Auschwitz, dat was helemaal bekend. Dus. Maar toen bleven jullie heel erg bij elkaar... We zaten dus, bijna allemaal in het begin in een van de kazernes in Theresienstadt. Dat was een heel hoog gebouw. Er kon veel in. En bovendien, in iedere kamer werden heel wat mensen gestopt. Door elkaar. Bij de Barneveldgroep tenminste. Ja. Niet een... de helft vrouwen, de helft mannen. En werken. Ja, je leert dan rare dingen. Kisten die uit Nederland kwamen, werden met vrachtauto's gebracht. Alles wat hier gestolen werd en uit andere landen. En ik heb een tijd gewerkt in de opslagruimte. Eerst heb ik oorlogswerk gedaan, hè, dat is splitsen. Ja. Van Mika is het eigenlijk. Klimmen werd dat genoemd, wat dan En dat is verschrikkelijk als je dat zoveel uren moet doen. Dat ze jonge mensen doen omdat ze handige handen hebben. En moest je broer ook doen? Ja. Huh? Moest je broer dat ook doen? Moest uw broer dat ook doen? Nee, die deed aan de wijk. Die is iets jonger. En die heeft ook, daar heeft mijn moeder voor gezorgd, dat hij in een soort kinderhuis kon wonen. Maar dan zit je niet in zo'n groot gebouw en met meer kinderen en jongeren. En ik weet niet meer precies wat hij heeft gedaan, maar ook dat heeft mijn moeder voor kunnen zorgen. Hij was dol op dieren en er was een stal. Ze hadden koeien daar en de paarden van de SS'ers. En dat waren prachtige rijdieren. En daar is hij terecht gekomen. Dus dat was werk wat hem wel interesseerde. Ja. Want daar hadden we geen school natuurlijk meer, alleen werken. Ja. Hoe... En daar heeft hij ook zijn... Eigenlijk door een grotere jongen die wel paard kon rijden, leren rijden op die paarden. De SS'ers zonder een zadel. En als je zonder zadel rijdt, dan leer je beter je benen en je knieën te gebruiken. Ja. Gekke dingen, hè? Ja, heel gek. Wat heeft u ook nog de film meegemaakt? Dat is toch deze beruchte film die de Duitsers hebben gemaakt voor het Rode Kruis. Om net te doen alsof het hartstikke leuk was in Theresienstadt. Ja, natuurlijk. Ja. Zo'n witte sardinen eraan. Ja. Ja, tegen de commandant. Toen ze dan die dag dat de mensen kwamen. Ja, die sardientjes kregen. Nee, dat was allemaal, er was geschilderd. Er waren dus bankjes. Alles was toen we er kwamen natuurlijk vies. Ongeverfd, het werd netjes geverfd, moest allemaal de week daarvoor. Maar die secretaris van het internationale Rode Kruis, die uit Zwitserland gekomen was, met een Volkswagen, met een rood kruis erop, die voelde nattigheid. En die is gebleven. In Theresienstadt was de helft voor de gevangenen, als je ons zo zou willen noemen, en de andere helft. Daar zat de SS, daar hebben ze de archieven uit Berlijn naartoe gebracht. Want Berlijn werd natuurlijk nogal gebombardeerd. Vandaar dat daar veel SS zat. Mochten wij ook natuurlijk niet komen in die buurt dat, ja. Waar zij zaten, waren hekken tussen. Ja. Want dat was in de tijd... Werd het kamp geleid door, was dat Edelstein nog of was dat Murmel? Geleid? Er was toch een soort kampleiding van... Ik heb nooit van de Joodse zijde eentje daar meegemaakt. Oké. Okay. Dat... Ja. Raam was het natuurlijk. En die SS'ers, die reden met 2 rijpaarden. Regelmatig ook. Rond. En die paarden, dat is dus waar mijn broer voor moest zorgen. Ja. Maar dat was natuurlijk wel bijzonder. En hoe het mijn moeder gelukt is, weet ik ook niet. Want als er iets veranderde, je vroeg niet, je aanvaarde. Zeker als het iets is wat ten goede kwam. Ja. Men heeft het na de oorlog, dat men niet spreken wil. En zegt dat dan van de Joden. Maar de mensen die hier iets overkomen is, die spreken ook niet. En bovendien was na de oorlog iedereen bezig om te proberen zijn leven op te bouwen. Behalve misschien de ouderen die in leven waren gebleven, die ik toen niet kende. Ja. Ik had geen grootouders meer, dus... als die aan de oorlog doorgekomen zouden zijn. En dat vond je gewoon. En later kregen we de verwijten dat we niet vertelden. Maar mijn bankman, man van nu tegen de 50, vertelde me, ik heb nooit iets gehoord. Niet in de oorlog, niet na de oorlog, en hij is natuurlijk na de oorlog geboren, niet na de oorlog, over de oorlog. Daar werd niet over gesproken. Ja. Maar ik heb gelukkig altijd erover kunnen spreken, van begin af aan. Het is waarschijnlijk heel prettig, als je zag dat, toen kenden we het woord trauma nog niet, dat toch sommige mensen getraumatiseerd waren. Maar ja, ik had geen probleem om ergens over te spreken als de mensen je iets vroegen en dan aarzelden. Dan zei ik, vraag maar verder. Dus dan kon ik ze een indruk geven. En dat was zowel Joods als niet-Joodse zijde blijkbaar hetzelfde. Ja. Ja. En de ene groep had iets minder ellende meegemaakt dan de groep die in de kampen zat natuurlijk. Ja, hoe was dat, want u zegt dat u natuurlijk de Duitsers mee hebt gemaakt daar in het kamp zelf, maar ook de Joden uit de andere landen die in Theresienstadt zaten, hoe was het? Het was natuurlijk voor jullie voor het eerst dat jullie... Nou, voor mijn ouders was het waarschijnlijk niet het eerste. Die waren wel eens in het buitenland geweest. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar voor ons, als ze... Ja, ik kon wat Duits met ze spreken, of wat Engels. Maar veel mensen die geen Engels spraken, ook die uit die andere landen kwamen, daar was het niet zo makkelijk om contact mee te krijgen. Voor zover je tijd had, ja, om contact te krijgen. Want op een gegeven moment is dat natuurlijk ook een soort chaos geworden. Het was natuurlijk, ja... Als je vond het geen chaos, als je later over nadenkt, was het natuurlijk niet allemaal even goed gereguleerd. Ja, maar op een gegeven moment is het kamp ook heel vol geraakt, toch? Want het echt was... Weet je, toen wij kwamen was het kamp helemaal vol. Meer dan 50.000. En toen binnen de maand die transporten, om de dag 1500. Gaat snel hoor. Toen was het in een maand heel leeg geworden. Al die ruimte. Ja. Maar toen daarna, toen de Russen... Toen waren ook de meeste mannen weg. In de Barneveldgroep zijn de mannen gebleven. Dus wij hadden in verhouding gewoon veel meer mannen erbij. Maar verder was het grotendeels vrouwen wat je zag lopen. De mannen waren allemaal weg. En Theresien, oftewel Theresienstadt, is ook een doorgangslager van Tsjechië geweest. Dus bekende Tsjechen, toen wij er kwamen, waren er nog, maar bijna alles is weggegaan. Er zijn maar wat gebleven. Want we kregen nog concerten van de mensen die gebleven zijn. Niet in Barneveld hadden we van onze eigen mensen die uit het Concertgebouworkest kwamen. Maar niet iedereen was het ook gelukt om zijn muziekinstrument mee te nemen. Maar in Theresienstadt hebben we concerten gehad van Tsjechen. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Was dat in de avond? Er was een gebouw. Wow. En daar werden die, ja heel gek, die muziekavonden gegeven. Nou, dan mocht je dan naartoe na het werk en het eten. Maar het wonderlijke was ook Westerbork. Daar zaten een aantal mensen die van dat bekende Duitse theater naar Nederland waren gekomen voor de oorlog. En die hebben daar revues gegeven. Nou, ik had in mijn leven nog geen revue gezien, ik mocht er nog niet mee naartoe. Men was streng vroeger, broertje ook niet. Dus wij gingen iedere keer kijken, mijn ouders gingen niet. En voor ons zaten de Duitsers in fauteuils en dan wij daarachter op zo'n bankje. Ja. En je ging alles gewoon vinden. Ja, vader, je wordt er niet kwaad om. Bovendien, het zijn de bezetters, het zijn de mensen die ons bewaken. Als die daar in voethuis voor aan zit. Ja. Eigenlijk hele wonderlijke toestanden. Maar in Theresienstadt, behalve op die paarden, zag je ze niet rondlopen ook. Maar het was wel helemaal bewaakt. En ik denk dat daar ook marechaussee... Wat wij dan marechaussee noemen, gendarmerie op pad. Een soort Turks, of een soort Tsjechisch... ja, die waren. Maar we zijn bevrijd door de Russen. Ja. Hoe, kunt u ook iets vertellen over die laatste maanden van... in Theresienstadt? Nou, deed de wet wat minder. Nou, dat was niet veel, maar dat werd natuurlijk ook allemaal iets moeilijker. Maar de laatste maanden hebben wij in een huisje gezeten. Ja, ook niet bepaald als je er nu aan denkt. Maar toen vonden we het dan wel meer luxe dan op zo'n kamer met al die mannen en vrouwen. En die bedden 3 hoog daar boven elkaar. En een huisje, jullie alleen of de Barneveldgroep? Of? Wij zaten alleen als gezin en meerdere van de Barneveldgroep. Je moest alles door relaties krijgen. Daar hadden vroeger natuurlijk de belangrijke Tsjech in gezeten, in die huisjes. En toen die weg waren, dan probeer je om zelf iets te krijgen. En dat is, ik geloof mijn vader toch blijkbaar gelukt op een gegeven ogenblik. Dus de laatste maanden zaten we daar. En dat is toch iets prettiger dan die bedjes waar je mannetje aan vrouwtje of mannetje aan mannetje ligt. Want die bedden 3 hoog staan altijd 2 naast elkaar. Dus 2, 2, 2. Dus het is niet veel privacy die je hebt. En je kleren moet je ergens laten. En daartussenin is dan zo'n tafel van hout. Met banken, verder was er niet. Ja, ik heb met een vriendinnetje waar ik werkte bij die opslagplaats later na de klimmer een oude fauteuil gevonden. En hoe, weet ik niet. Ik kan me nu bijna niet voorstellen. Ik deed of het heel gewoon was. En daar waren bij die opslagplaatsen wel Duitsers die het bewaakte. Maar wij zijn, ze moest wel voor mij, de ene kant, ik de andere kant, ben met die fauteuil naar huis gelopen, naar onze kazerne. En het was zoiets grappigs, alles ging daarin zitten, 10 minuten zei wat, ik ben ik lekker uitgerust. En toen de mensen in de andere kamers het hoorden, kwamen ze dan aankloppen, mag ik ook even in die stoel zitten? En dan gingen ze lachend terug. Een soort magische stoel. Ja, heel wonderlijk. En zo vond ik daar ook op een gegeven ogenblik een gevlochten kaars. En dat wist ik wel, dat je eigenlijk als Shabbat begint een kaars aansteekt, dat doen we meestal gewoon, maar het hoort eigenlijk een gevlochten kaars te zijn. En een van de gezinnen in onze kamerruimte was een arts uit Rotterdam maar die was vroom. Dus die bad altijd. En toen heb ik die kaars tussen mijn benen en ik had er ook gaan. Dus ik moest zo opletten en ik moest nog een trap af ook, als we uit ons werk kwamen, dat je niet tussendoor uitgleed. En die man die was zo ontzettend blij daarmee. Normaal laten ze hem uitbranden op vrijdagavond. Nu zei hij zijn gebeden daarbij en dan werd het weer uitgedaan. En waar we de lucifers vandaan hebben gekregen, ik weet het niet. Later dacht ik, waar had hij de lucifers vandaan? We hadden toch geen lucifers? Ja. Gek hè? Maar hij werd aangestoken. En daar heeft hij maanden dus mee gedaan. Ja. Maar verder was het alles wat ze uit die landen stalen. Er was hier een fabriek, die had toiletartikelen. In Schiedam was een fabriek. Nou, ik zag daar alles van ze. De zeep, de crèmes, de lichaamsverzorging. Alles kwam met kisten aan die wij dan naar binnen moesten sjouwen. En die was natuurlijk allemaal voor die SS, die er aan de andere kant van het kamp zat. Ja. En wie weet waar het verder naartoe ging. Want dat, die vriendin waar je het over had, zij was ook Nederlands, waar die mee werkte? Ja, ja, zij was een Nederlandse. Ik heb haar leren kennen in Westerbork. Nee, toen kende ik haar al, ik had haar ontmoet. Op een feestje van een gymnasium in Haarlem, waar ik toen logeerde. En ik zag haar ineens in de strafbarak in Westerbork. En de strafbarak die droeg blauwe overalls en een rood bovenstukje. Want u zat daar ook in? Ik zat niet in de strafbarak, ik zat in een gewone barak. Ja, die hele groep zat, het waren klotsen van barakken, zo groot. En, maar ik werkte in het ziekenhuis toen. En daar kwam zij als een hulp. Nou, geen van ons tweeën was verpleegkundige. Maar ik probeerde te verzorgen. Ja. Eigenaardig hè, dat ze dat daar bouwen, terwijl ze daarna de mensen dus wegsturen gelijk naar Auschwitz. Ja. Want was ze, zeg maar, toen hij daar zat in Theresienstadt, hadden jullie al een soort idee van wat gaan we doen na de oorlog? Als we hier uitkomen, of had je het daar gewoon helemaal niet over? De school afmaken. Ja. Maar ik was bijna klaar, want ik had in Barneveld door kunnen leren. En een ruimte misschien zo groot als 2 keer deze kamer. En alle kinderen die er waren, zaten daar aan tafeltjes, iedere klas omheen. Ik had het stomme geluk dat ik als Bertha met 1 jongen zat, die uit Rotterdam kwam, die ik kende ook. Hij was iets beter in wiskunde, ik iets beter in talen, maar het was een zeer intelligente jongen, maar daarom ging het natuurlijk snel met z'n tweeën. Of het nou Latijn of Grieks was. Scheikunde of andere wiskunde. Dat geluk had ik, maar de jongere kinderen, zoals mijn broer, als je met 5 zit en er zijn zoveel tafeltjes, dat is het wonderlijke eigenlijk, dat we elkaar niet stoorden. Niemand sprak te hard en je kon je mooi afsluiten, want we wilden klaar zijn als de oorlog. Toen wisten we nog niet wat ons zou overkomen. Maar toen het dus verder wat meer over je overkwam, toen kon je niet meer eigenlijk veel plannen maken. Dat je na de oorlog wat wilt leren nog, of bereiken. Dat natuurlijk wel. Maar hoe het zou gaan, dat moest je zien als je terug was. Ja, want op een gegeven moment zijn er ook in Theresienstadt toch heel veel mensen uit de kampen uit Polen terechtgekomen, toch? toen, de laatste maanden van de oorlog. Ja. Toen de Russen daar optrokken. Toen de Russen optrokken. Maar toen zijn ze van de richting van Polen en Auschwitz vaak lopende en soms ook met veewagons, maar open veewagons. Dat was niet leuk toen die kwamen. Dat is de laatste ongeveer 2 maanden geweest. Die mensen die hadden dus gelopen of waren zo verzwakt. Als je opendeed viel de helft er al met 1 dood uit. De andere helft. Wij moesten daarbij helpen, de wat oudere kinderen. Die werden dus naar ruimtes gebracht die er waren. En er werd door onze artsen van de Barneveldgroep gezegd: geef ze niets te eten uit medelijden. Wij kregen zelf hompenbrood, maar die voor een week. Dus je kon natuurlijk, als het niet net de laatste dag was voor je nieuw kreeg, hen iets helpen. Als je dat deed, dan vielen ze zo dood neer. En dat vond ik wel maar. Voor dat eten? Omdat ze dat kon helemaal dat niet meer. Ze hadden zoveel dagen, een dag en nacht in een open veewagen gestaan. Ja, en die kou ook, ja. En daar heb je geen idee van, die beelden. Ja. Toen we daar kwamen. En we waren gewaarschuwd, dus probeer ze niet aan te raken. Want ze zullen allemaal ziektes hebben. Hadden ze ook. Ja. Waren er ook echt tyfus in Theresienstadt? Dat is allemaal bij hen gekomen. Mijn moeder heeft dat ook nog gekregen. Maar die is godzijdank doorgekomen. Ja. Hoe dan ook, je komt in aanraking. Maar het werd je dus door die Barneveldartsen meteen al gezegd toen wij daar moesten helpen. Probeer er niet aan te raken en hier te zijn. En ze waren meestal schuiflingen. Schuiflingen, dat is de... Struiflingen, dat waren de mensen in de pakjes. Ja, de gestreepte pakjes, dunne pakjes. Ja. Want ik dacht dat ik iemand eruit heb zien komen uit een van de wagons. Dat de vader was van een vriendinnetje. Ik ben de volgende dag gaan zoeken waar ze hem naartoe gebracht hadden. Ik heb hem niet gevonden. Ik heb het ook nooit tegen zijn dochter die ondergedoken was gezegd. Dat ik denk dat ik haar vader nog gezien heb. Is toch verschrikkelijk? Als hij al zo ver is weer, laten we zeggen, richting Nederland. Richting einde van de oorlog. Zomaar ineens dood. Ja. Dat hoeven ze niet te weten. Ja. Maar nu hebben we het alleen maar over deze oorlog. Ja, en deze kampen. Ja. Hoe is de bevrijding gegaan in Rusland? Hoe is de bevrijding gegaan? Nou, ik kan niet anders zeggen dat de Russen zich behoorlijk gedragen hebben. Er waren dus onder de soldaten een aantal, dat zag je, dat Mongolen waren aan het gezicht. Ze schieten op alles. Dus zien ze een vogel, dan schieten ze. Ze hadden blijkbaar altijd een wapen met kogeltjes erbij. Ja, geladen wapen. Maar we hadden blijkbaar iemand die heel verstandig was als kampcommandant-leider gekregen. Die ervoor zorgde dat we niet te veel eten ineens kregen. Heel geleidelijk iets erbij. Dan zouden wij ook doodgegaan zijn als we te veel gegeten hadden. En dat vind ik zeer bijzonder, dat als je daar komt en dan in die omstandigheden in een oorlog toch nog. Het was niet net oorlog, ze zijn namelijk op de bevrijdingsdag bij ons gekomen. Ze waren wel in de buurt. Maar Theresienstadt lag toch in de heuvels, dat is allemaal meer werk om naartoe te gaan. Maar op het moment dat de vrede kwam, zijn zij gekomen. Dus echt 8 mei pas, ja. En, nou ja, de man die het overnam, die heeft er dus voor gezorgd dat we wel eten erbij kregen, maar niet te veel, waardoor dat het doodgaan daardoor niet kon gebeuren. En die jonge jongens, die soldaten, ja, daar moest je een beetje op letten. Want die speelden gewoon met dat wapen, zoals ze dus dan de vogels uit de lucht vlogen, dus uit de lucht schoten. Hè? Maar jij moest daar niks mee te maken hebben. Ja. En aangezien ze dus ook voor die deuren stonden, van die vestingmuren waarin alles werd gestopt, waar dat vriendinnetje en ik de kisten open moesten maken. Zulke kisten! Ja. En dan denk je, wat gek, hè? Dat, we hadden dus, hoe noem je dat, ja, een soort hamer, weet je wel, met zo'n opening. Ja. Dat we dus dat open konden krijgen. En dan moesten we het netjes op planken zetten. Maar, nee, er zijn ook in Theresienstadt een aantal uitgewisseld, wat in Bergen-Belsen dus ook gebeurd is. Naar Israël. Ja. Samaritanen waren het bij ons, die dan terugkwamen. Maar goed, ja, wij mochten er niet bij zijn, wij wisten, of mijn vader liever zelfs wist te veel. En daar is dat vriendinnetje toen mee weggegaan. Die was alleen. Oké. Okay. Dus die mocht wel mee. Ja. Naar Zwitserland. Het was inderdaad een groep die naar Zwitserland is gegaan. Zij ging naar Zwitserland toe. En daar had ze op kostschool gezeten. Sprak Zwitser-Duits. Want daar kwam men ook in een kamp terecht. Dan was het natuurlijk minder streng. Maar zij is eruit gekomen omdat ze wel wilde werken. Heeft ze als dienstmeisje gewerkt bij een arts. Een heel verwend kind was het zelf, maar flink. Ja. En verdiende wat. Ik kon weer wat kleren kopen. Toen ik haar na de oorlog zag, had ze zo'n mooie jurk aan, vond ik. Gekocht van haar eigen geld in Zwitserland. Ja. Maar goed. En toen zijn, hoe is jullie reis naar, hoe zijn jullie naar Nederland gekomen toen uiteindelijk, na de bevrijding? Ja, we zijn, Nederlanders kwamen ons niet ophalen. Dienen kwamen wel. Fransen zijn op een gegeven ogenblik, dat was, denk ik, 1,5 maand later. Zeker, nog wat langer. We zijn gekomen met kleine vrachtauto's de Fransen ophalen die daar zaten. En ik liep toevallig op straat, er waren een paar plaatsen over. Zei een van die mensen tegen me, je kunt mee als je wilt. En toen ben ik naar huis gehold. Naar huis, oh ja. Naar mijn ouders gehold en zei, we kunnen mee eruit gaan. Dus we zijn ook op die vrachtauto en toen zijn we tot de grens gekomen van Tsjechië en Duitsland. En dan krijg je dan ook vlakbij Frankrijk. En de Fransen gingen verder en wij moesten natuurlijk uit. En wij zijn naar een schop gebracht, waar een beetje stro werd neergelegd. En dan hebben we een week gezeten. En dat was in Duitsland, was dat? Nee, het was nog net in Tsjechië. Ja. Maar toen gingen die Sudeten-Duitsers, werden teruggebracht. Wilden ook terug. Hadden ze ook niet zo fijn gedragen in Tsjechië. En er kwam een trein. En toen hebben ze, de Tsjechen, ons ook naar die trein gebracht. En de laatste wagon was het beste. Eigenlijk qua inrichting, die was nog leeg. Dus daar werden wij ingezet. En een paar goede Tsjechen, of ik weet niet waarom die daarin mochten. In ieder geval, maar eten hadden we niet. In Bamberg hebben we voor het eerst een blik van de Amerikanen, waarvan alles in zat gekregen. En Die trein reed voor de eerste keer dus de locomotief. Die reed iedere keer ongeveer 30 kilometer om te kijken of er geen bom of wat ook onder zat. Dan reed hij terug. Dan haalde hij de trein en reed de 30 kilometer. We hebben er 7 dagen over gedaan. Zo, om de Nederlandse grens te bereiken. Ja. Ja. En welke datum was dat? Of nou, ongeveer, moet dat zijn geweest. Dus... Was dat eind juni of begin juli? Eind juni, begin juli. En wij werden daar afgehakt, die wagon waar die Nederlanders, die paar in zaten. De anderen waren er al uit, dus wij waren alleen over in die grote wagon. En wij zijn dus, mochten we niet naar binnen, dus door. En er was al heel veel kapot van rails ook. Door België en zo in Eindhoven terechtgekomen. Ja. Daar ben ik dus eigenlijk Nederland binnengekomen. En jullie zijn toen naar Schiedam gegaan? We zijn wel naar Schiedam, daar hebben we een aantal dagen ook over gedaan. Er moest iedere keer een trein zijn die een stukje reed. Er was nog zo weinig wat reed. En we hebben ook in Amersfoort gelogeerd in het kamp. Wij aan de ene kant en NSB'ers die opgepakt waren aan de andere kant. Wij en nog wat andere mensen die dan in die trein hadden gezeten. Oh, dus jullie zijn van Eindhoven, zijn jullie uiteindelijk in Amersfoort terechtgekomen? Daar hebben we ja. Ja, en toen van Amersfoort verder. Maar was dat echt, zeg maar, dat jullie aan de andere kant van de NSB, zat er nog een soort hek of afscheiding tussen? Of was het één ruimte? Of, Nee. Het was niet een hek. Het was als het ware een groot grasveld. Pleintje, zou ik wel zeggen. Ja. En ze waren allemaal kaal geschoren. De mannen ook? De mannen ook. Nee, we moesten ook aan deze kant blijven, want die NSB'ers waren woedend dat ze opgepakt waren. Dus je lette wel op dat je niet in de buurt kwam, hoor. Ja. Nee, je was nu al zo ver. Ja. Maar hoe zijn jullie daar dan weer uitgekomen? Was dat dan, moest er eerst plek? Nou, toen er weer een trein was, dan gaat die trein weer wat verder. Ja, ja. Vond ik helemaal logisch. Ja. Ze hebben ook over die Maaswaal en wat, die bruggen waren er niet. Daar hebben ze van, het heeft een naam, ik weet niet hoe het heet, van die schommeldingen. Een soort, ook kleine scheepjes en daar werd... Ja, van die pontonbruggen. Ja, zo, ja. Precies, dat is het woord. Ja. Dus daar moest je ook op wachten dat zoiets klaar was. En in Eindhoven kwamen dus heel veel uit Duitsland binnen die daar gewerkt hadden, niet Joden. Ja. En dat moest uitgezocht worden of ze vrijwillig of gedwongen waren gegaan. En dat werd bij ons ook uitgezocht. We konden wel zeggen dat we uit een kamp kwamen. Maar er werkte een Joodse arts. En mijn moeder kende die van de studententijd in Amsterdam. En ik kende de naam wel, maar ik kende hem niet. Maar toen die erbij kwam en zei dat wij dus Joden waren die terugkwamen. Toen mochten we Eindhoven in. En toen hebben ze ons ook ergens naar school of wat gebracht. Alleen ben ik dus ergens anders terechtgekomen als de andere drie. Dus toen moest mijn vader weer op zoek waar ik gebleven was. Oh. Ja. En toen we in Schiedam kwamen, want hij heeft dus op een gegeven ogenblik, ik weet niet precies meer waar, opgebeld dat we in leven waren. En terugkwamen, dan verwacht je dat je wordt opgehaald. Toen we in Schiedam uitstapten, nou ik weet niet hoeveel keer overstappen, toen kwam... Niet de station, kwam de stationschef, niet iemand van de gemeente. Ik geloof dat hij de burgemeester had gebeld, maar in ieder geval de stationschef. Hij kende natuurlijk mijn vader, want die reed ook voordat hij ontslagen werd, veel met de trein. Dan kon je altijd lezen nog en hij moest vaak naar Den Haag. En wie heeft de burgemeester gestuurd, de jongste bediende? Die ook niet wist wat die doen moest. Ze wisten niet wat ze doen moesten, toen hebben ze ons naar een oude liedenhuis wat er was gestuurd. Want jullie huis, dat was? Daar zat handen in. Ja. Mijn ouders hebben dus een hele tijd gewoond in dat oude liedenhuis. Mijn moeder zag er ook tegenop naar een gewoon huis te gaan. Te groot hoeft het ook niet te zijn. Ik had zo ongeveer de leeftijd dat je toch de deur uit gaat of ergens anders wat gaat leren. En je had niks. Ga nou dus naar een leeg huis toe. Waar je geen pannetje hebt, geen lepel hebt, niets. Er was niet zoveel te krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar tegenop zag. Hoewel nou niet bepaald luxueus daarin dat huis woonde. 2 kamers. Zij sliep, we mochten ook niet met de mensen eten. Ja, zij sliep in de grootste kamer. Er was een tafel met 4 stoelen waar we konden eten. En hun bedden stonden er. En Herman en ik, die er eigenlijk te groot voor waren, sliepen in de andere, wat kleinere kamers samen. En uw vader heeft toen weer... Mijn vader, die kon naar zijn kerk. Kijk, dat is de oorlog doorgekomen bij ons. Dat stond bij hem op kantoor. Toen hij niet midden naartoe mocht. En hij kon het niet zo plaatsen. En dat is het enige wat na de oorlog hij terugvond. Het enige, ja. Verder was natuurlijk alles weggelegen. En dat was natuurlijk alles weinig. Huh? Toen ze meubels wat mochten uitzoeken, die waren van NSB'ers gepikt. Moest voor betalen ook nog. En toen zat ik al in Amsterdam. En ik kwam daar. En het waren stoelen met niks dan gaten erin. Toen schijnt er iemand, ik weet niet wie, naar hen toegekomen te zijn. Mijn vader had natuurlijk veel relaties zoals je toen noemde en nu een netwerk. En die heeft gezegd, ik zal ze wel voor je bekleden. En dat is met papier bekleed. Papier dat ze als dik touw hadden gerold. En daarmee hebben ze geweefd, ik herinner me nog altijd. Het was een beetje beigeachtig met een oranje streepje erin. En dan kon je de eerste tijd voor, het slijt natuurlijk sneller. Toen zag het er netjes uit toen die dan eindelijk in dat huis zat. Maar het is echt gewoven van papierdraad eigenlijk. Ja. Ja. Gek hè? Ja. Nou, zeker. Maar dit is me altijd bijgebleven met de kleur erbij. Ja. Want... toen u hier in Schiedam kwam, hadden jullie, was er ook al contact met de Joodse brigade? Want die ik heb toen... nogal wat contact met de Joodse brigade gehad in Amsterdam. Ja. En ik heb 1 leren kennen in Israël. Die heeft bij de Rimi gezeten, waar nu die 3 grote flats bij het Marconiplein zijn. Daar zat een grote garage. En de Rimi was dus, laten we zeggen, een soort technische dienst van hen. Die was daarin geplaatst. En dat was deze jongeman, George Brigade. Dat is hier in Schiedam, of nee? Nee, dat is net over de grens heen in Rotterdam. Maar in Rotterdam heb ik dus verder geen George Brigade. Is ook veel minder geweest dan in Amsterdam. Er is een aantal geweest die ze de mogelijkheid hebben gegeven, ook om verschillende dingen te leren. Er is een groep die visserij heeft geleerd. In IJmuiden, ja. En ik ben ook geweest in het dorp wat ze dus hadden gesticht in iets boven Natanja aan de kust. Dat zijn de jongens die hier in IJsselmeer, in IJmuiden, hun opleiding hebben gehad. Maar ik heb het dus wel een aantal gekend. Want u bent op een gegeven moment vanuit Schiedam naar Amsterdam gegaan. Waarom? Of wat was het? Omdat ik dus wilde gaan verdienen en verder leren. Ja. Ik had in Westerbork ook al wat van fysiotherapie geleerd. Ik was zelf gevallen en toen hij was blijkbaar directeur van een school. Maar geholpen, je dacht altijd, nou ja, dat masseren, je wrijft een beetje. Maar die heeft me dus toen zeer goed ervan afgeholpen. Want het was niet de eerste keer dat dat gebeurde. En boeken. Hij had een of ander boek wat ik alvast kon gaan leren. En hij heeft me ook masseren geleerd toen. Dat heb ik echt na schooltijd, ging ik naar hem toe. Voordat ik huiswerk ging maken. En dan leerde hij me het masseren. Dus dat was een reden om naar Amsterdam te gaan. En daar naar die school. En toen dacht ik, dan moet ik ook gaan werken. Dus toen ben ik bij Alja terechtgekomen. Niet wetend dat hij nog familie van me was ook. Maar hij was 12 jaar ouder. Maar Alja, was er een sollicitatie of was dat... Weet ik niet meer. Nee. Dat weet ik niet precies meer. Want er waren verschillende kantoren en die zaten vlak bij elkaar. En dat... Waar was dat? Heet dat... Van Mierenstraat of zoiets. Het was vlak bij dat plein, zou ik maar zeggen, voor het concertgebouw. Ja, bij het museum. Museumplein heette dat, ja. Daar vlak bij was het. Daar zaten verschillende. Ja. Er was ook zo'n bekende mevrouw, die was daar van een andere organisatie. Op Joodstrug. Ondergedoken, geloof ik, gezeten. Wat was de... dat was dus Hachshara en Aliyah, die was dus alweer opgericht net, toen hij daar kwam werken. En kunt u daar wat over vertellen, over hoe dat ging? Over de mensen die zich aankwamen melden bij de Hachshara, of voor de Hachshara? Nou, die werden dan naar Dieren of naar Wieringenmeer of... Gouda. Wij gingen er ook mee heen om te kijken of het goed liep. Want ze woonden daar, ze aten daar, ze leerden van alles. En als het niet goed liep, moesten Elja en ik. Dus waren we met z'n tweeën hoor. Daarvoor zorgen dat dat beter ging lopen. Ja, Johannes van Meerstraat. Johannes, ja. En ik weet precies, maar ik weet die namen niet meer zo. Ja. Nou ja, en toen vond ik, als zij zo gaan, dan moet ik ook gaan. Ja, en gingen er veel mensen toen? Want hoe werd dat georganiseerd? Wat gaven jullie, waren jullie... Nee, natuurlijk niet. Er gingen niet veel mensen, want we werden niet door de Engelsen er binnen gelaten. Ja. Daar had je ook een FID-wet voor nodig. Maar er zijn een paar groepen geweest die illegaal zijn gegaan? Ja, nou, dus alles was natuurlijk, nee, illegaal. Het ligt maar wat je eraan ligt. Je kon de trein nemen en naar Parijs of voor zover de treinen waren. Naar Marseille of naar Italië gaan. De plaatsen waar je naartoe ging, dat kan je zeggen. Die waren dus gehuurd door Haganah mensen. Waar ze stopten, maar die waren niet voor ons gehuurd. Die paar Nederlanders, die waren voor die mensen die niet terug konden naar het land waar ze dan gewoond hadden, omdat ze nationaliteit niet hadden. Nou, dus die zaten daar moeilijk, vandaar dat ik ben meegegaan, dacht, dat kan ik wat doen. Ja, maar dat was pas in 1947, maar zeg maar in die 2 jaar dat dus, nou, 2 jaar was het niet natuurlijk. Nou, ik denk dat ik ongeveer september, want dan beginnen toch de cursussen ook. Ik weet niet precies meer of het augustus was. Of... Ja. En ik ben dus verder gegaan met de heilgymnastiek enzovoort. Heilgymnastiek? En, ja, noemde je het toen. Ja. En gaan werken. En hoe ik bij hem terecht ben gekomen, weet ik niet. Eigenlijk daarvoor kende ik hem niet. Maar het bleek te zijn dat mijn moeder en zijn moeder, geloof ik, nichten of achternichten waren. Ik weet het niet, hij heeft me wel uitgelegd. Ja, want ik heb, ja. Maar dus dat eerste jaar toen is had je die koffie? Ja, misschien moeten we heel even een klein. Ja, ja, hoe was het in Amsterdam na de oorlog bezig te zijn met de Joodse organisatie en iedereen, degene die het hadden overleefd? Nou, dat accepteerde je gewoon. Ja. Tenminste ik, ja. Op mijn leeftijd. Hè. Anderen die wat ouder waren, zullen er waarschijnlijk het meer gemist hebben. Bovendien ben ik niet opgevoed in Amsterdam. Dus ik kende niet vele mensen daar. Mijn grootvader was overleden. Er waren nog een paar. Maar ja, dat maakte niet zoveel uit. Bovendien, ik ben nog altijd enigszins idealistisch en dat was het toen veel meer. Dus als je daar bij Hakshagan gaat werken, om te proberen wat er is, toen toch jonge mensen naar Israël te krijgen en ze van tevoren iets te laten leren waar men in Israël wat aan heeft, is alleen maar, naar mijn mening, belangrijk. Ja. Want ik was tenslotte toch wel trots dat Palestina Israël is geworden. Ja, maar dat was toen nog niet het geval. Zover was het nog niet. Nee, daarom zeg ik ook Palestina erbij. Ja. Maar er was natuurlijk die Balfour Declaration en dat men bezig was. En je hoopte dat het in orde zou komen. En naarmate er meer mensen zijn, is de kans ook groter. Ja. En in hoeverre hielpen de Joodse brigade in dat eerste jaar mee? Wat, Joodse beschaving? Brigade. Die hielp niet veel mee, zou ik maar zeggen, om propaganda te maken om naar Israël te gaan. Tenminste die ik gekend heb. Ze waren allemaal erop uit om een meisje te vinden. Ik had wel 5 keer kunnen trouwen. Ze hadden allemaal wat ik niet wilde. Ja, dus. Maar ze waren wel aardig. Ze gingen met je uit. Nou, ik kende in Amsterdam ook niemand. Ja. Dus dat was gezellig. En ik had maar 1 paar schoenen toen gekregen van een joint. En er zat een gat in. Want de joint die zat ook in Amsterdam? Of was dat de joint die... De Amerikaanse joint zat in Amsterdam. Ja. Ik heb ook die jaren rondgelopen in een militaire winter... Nee, regenjas was het, met een voerinkje dat je hem dus ook nog kon dragen als het kouder werd. Ik had natuurlijk geen kleren. En alles was op punten. Dus je kon niet veel kopen. En dat was met de schoenen ook. Mijn schoenenpunten had ik niet. Het ene paar had ik opgelopen. En daar moest een nieuwe zool onder. En dat heeft blijkbaar een van de jongens gemerkt. En hij kwam op een gegeven ogenblik, had een pakje bij zich. En zei, zullen we de stad ingaan? Ik zei, wil je het pakje hier laten? Nee, neem het mee. En toen bij een schoenenwinkel bleef hij staan. Toen zei hij, ik moet even naar binnen, ga je mee? Nou, wat hadden jullie en toen pakte hij het uit en had hij een paar prachtige, bruine schoenen hadden ze, zo hoog. En een vetertje. Van alle Nederlanders, er was zo weinig, vond het mooi. En toen zei hij, ik wil dat ruilen voor een paar schoenen voor haar. Nou, Zo ben ik aan een paar schoenen gekomen en kon de anderen laten repareren en toch buiten lopen. Ja. Ja, maar van die gekke dingen. Zoals met eten ook. Want ik kreeg wel bonnen in Amsterdam. Mijn vader kwam zo 1 keer in de paar weken. Dan gingen we altijd eten. Want de restaurants waren wel allemaal open. Je kreeg natuurlijk niet zoveel. Maar ik had gewoon geen suiker. Toen zei hij, maar denk erom dat je suiker niet gaat omwisselen voor iets anders. En toch eten. Want hij wist dat ik vaak te weinig had. Daarom kwam hij ook naar Amsterdam om. En was tevreden als ik een keer goed gegeten had. Dan wij. Maar ja, het was natuurlijk voor iedereen moeilijk na de oorlog. Daar spreekt men niet over. Bovendien, het meeste van die mensen zijn dood natuurlijk, die ja, toen volwassen waren en rond moesten komen met een paar bonnetjes. Ja. Wat heeft u met de Hachshara Alia ook te maken gehad met Louis van Coevorde? Jazeker. Ja. Want hij zat ook in de. Hij heeft ook groepen toch georganiseerd die weg moesten komen. En... Hij heeft geholpen daarbij, ja. 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 Ja, ja. Hij was vlieger. Ja. Ook. Ik heb hem in Israël later ook wel gezien en meegemaakt. Vlotte man. Een stukje ouder dan ik. Ja, kom in de tijd. Die leeft niet meer? Nee, 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 nee. Gek dat ik dat zeg, maar... Ja, ja, je accepteert dat. Maar weet je, als je in Amsterdam of nu buiten Veldert woont, dan weet je dat natuurlijk beter dan ik. Ik moet het in het NIW zien als er iemand overleden is die ik dan nog gekend heb. Ja, nou, wat ik mij afvraag hè, met die Hachshara Alia, wat ik heb begrepen ook van anderen. Bijvoorbeeld, ze waren dan lid van de Joodse Jeugdfederatie van Sha'ar Yashuf in Amsterdam. U weet het allemaal zo mooi. En die namen. Maar op een gegeven moment, dan werden ze aangewezen van nou, dus, jij kan nu gaan. Hoe ging dat, die groepen die zeg maar illegaal of zeg maar samengesteld zijn en toen met de Joodse brigade mee zijn gegaan? Ik heb het eigenlijk alleen maar gehoord van mensen die mee zijn gegaan, maar eigenlijk ook niet weten hoe dat was georganiseerd echt. Het was ook niet echt georganiseerd. Nee. En daar werd ook niet over gesproken als ze die dingen deden. En je vroeg ook niet, al wist je. Je vroeg niet. Hoe hebben jullie dat geregeld? Dat is het eigenaardige. Waardoor je eigenlijk iets minder wist. Maar je kon jezelf ook nooit verraden. Dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Eigenlijk wel. Ja. Want toen ik ging, en ik kan wel eens iets vergeten zijn... We zijn met een groepje gegaan. Maar ik heb u verteld dat ik alleen in dat huis terecht gekomen ben. De anderen in andere huizen. Maar ik niet weet of ze daar iets gedaan of gewerkt hebben. En hoe groot was het? Dat was het groepje met wie u uit Nederland bent vertrokken? Ja, want u had het over die... jonge Noach, die dan ook blijkbaar opgeteerd door Herzl. Waar ik niets van weet. Want Hakanah wilde mij niet laten gaan. Ik ben, toen ze gebracht werden naar Zet, vanuit dat de Theodor Herzl. Ja, wacht even, maar dat is al, we moeten nog even een stapje terug vanuit Nederland, het vertrek vanuit Nederland. Dat weet ik niet meer. Oké. Okay. Dat weet ik echt niet. En hoe heeft u afscheid genomen van uw ouders? Herinnert u dat zich nog? Nou, ik heb ze verteld als ik ging. En mijn vader heeft toen gezegd... je moet in ieder geval je paspoort meenemen. Dat je terug kan komen als er iets is. Ja. En dat heb ik gedaan, want dat vond ik inderdaad verstandig. Maar dat heeft u bij u kunnen houden ook, dat paspoort? Ja, daar heb ik altijd voor gezorgd dat ik dat bij me had. Ja. Dus maar het was niet eens nodig, want in Cyprus wist de kolonel het. Raraho. Ik heb een andere naam opgegeven, van Praag is Nederlands. Dus ik heb Prager gezegd toen. Okay. Ik denk, dan blijf ik nog enigszins, dan is het een beetje Deutsch-friendly. En toen ik dus... Maar u bent dus vanuit Nederland met de trein naar Parijs gegaan? Dan naar Marseille. Ja, en dit huis waar ik zat was dus aan de buitenkant van Marseille. Ja. Wat zegt u die namen Cayol Alef en Cayol Bet? Zegt me niks. Ja. Dus daar heb ik niks mee te maken gehad. Ja. Toen u in Marseille aankwam, had u eigenlijk al contacten? Wist u al waar u naartoe moest? Nee, u werd afgehaald. Ergens naartoe gebracht. Dus het was wel bekend dat u aankwam op die tijd in Marseille? Ja, blijkbaar wel. Ja. En ik vond alles toen gewoon. Ja. Als ze maar geen dingen deden die ik niet wilde. Ik heb toch het plan gemaakt om mee te gaan en op die mensen misschien iets te helpen die daar nog in die kampen zaten en die dan illegaal naar Palestina zouden gaan. Ja. Want ik heb nog zitten nadenken hoe weinig ik dat groepje heb gekend. Toen we dus in Cyprus gekomen zijn, waren er dus die paar Nederlanders die dan, laten we zeggen, ongeveer mijn tijd zijn weggegaan. En dat was dus Tilly Bosman, Sylvain Schuller. Maar u noemde namen. Emile Pimentel, wel toch? Ja, maar daar kwam ik dus pas iets later mee. Dat weet ik ook niet of die op de boot heeft gezeten. Hij heeft ook op de Theodor Herzl gezeten. Ik dacht het wel, maar die zijn allemaal beneden gaan slapen in dat ruim. Nou, als je mannetje zo ligt. Ja. En ik ben 14 dagen lang boven op dek gebleven. Want u bent op een gegeven moment naar Zet gegaan. Ja. En had u ook het... Ik mocht niet mee vandaag erna, want het huis liep zo goed. Ze hebben me 8 uur op de kade laten staan. Toen was ik de enige nog die over was. Er werden uit Italië ook mensen aangevoerd die op die boot moesten. Dus ik heb alles op die boot zien gaan. Iedere keer zei ik, mag ik nu mee? Nee. En toen stond ik daar nog een tijd alleen in de brandende zon en kwam er een aan. En toen zei hij, ga je mee? Terug naar Marseille? Nee. En hij merkte dat ik het echt niet wilde. En toen heb ik de boot opgemogen. Dus ik ben als laatste op die boot gekomen. Wie was hij? Dat was zeg maar de coördinator van de Haganah. Het was een man waarvan wij, ik weet die bijnaam niet meer. En die kon varen, want die boten die zijn ook soms door de Haganah mensen. En soms door waar we ze het gekocht hadden, of door Spanje of Frankrijk. En ik heb hem later nog ontmoet, maar ik weet niet waar. Ja. Nee, hij was niet toen in Cyprus waar. Die liep ook dan rond in het kamp, had je niet altijd in de gaten. Maar die dan Haganah waren en daar trachten wat voor de mensen te doen. Want ze hebben niet geholpen ons te ontvluchten, dat hebben we gewoon zelf bedacht met z'n vieren. Ja. En toen zijn die 3 jongens, en dat was dus Pimentel, Van Beets en die ander noemde u ook. Mo Wolf? Huh? Mo Wolf, toevallig? Nee, of nee. Sylvain Schuller? Nee. Sprenger of wat noemde hem. Ja, even kijken, hoor. U hebt hem net genoemd daarin, ja. Die naam. Nee, ik had die drie zat ik mee. En waarom was dat? Toen we eenmaal waren aangekomen in Cyprus, toen bleek daar wat zij dan een zomer- en een winterkamp noemden te zijn. En wij waren in het winterkamp terechtgekomen en dat was meer in het midden van het eiland. Dus dat is moeilijker. Ja, dat is zeker. En toen hebben we geprobeerd, het hele groepje, om te verhuizen. En toen hebben de Engelsen dus gezegd, jullie vieren kunnen gaan, die drie jongens en ik. En de anderen komen binnen de 2 weken. Nou, die zijn nooit gekomen. Die hebben dus altijd in het andere kamp gezeten. Dus daar heb ik ook geen contact meer gehad. Alleen die drie. Siegstopper. Siegstopper was het, ja. Ja. Siegstopper. Ja. Die drie heb ik dus... En die drie, toen we besloten hadden te vluchten. Dat lukte. Waar ze nou allemaal tolk? Dat weet ik niet meer. 2 zeker. In ieder geval, zij zijn weggegaan. We hadden het allemaal bedacht hoe en we hadden dan papieren van Engelsen dat we een affidavit hadden. En ik ging apart. En zij waren voor mij. En zij hebben de boot gehaald. En zijn daar door de mand gevallen. En ik ben verraden door een Israëlische arts die in het kamp werkte. Die liep op de straat en die ziet mij aankomen. En die schijnt naar de Engelsen toe gegaan te zijn en gezegd, ze is ontvlucht uit het kamp. Dus die zijn mij achterna gekomen. Israëlische arts, dus dat is was iemand uit Israël? Uit Israël. Die daar voor de Engelsen werkte in het kamp? Ja. Ja. En die jongens hebben geprobeerd te zwemmen, hè, geloof ik? Of was dat... Nou. Toen ze eindelijk terugkwamen, ze hebben 3 of 4 maanden toegevangen gezeten. En daar wouden ze ook niet te veel over praten, want het was natuurlijk niet zo leuk. Die gevangenissen, die zijn nou niet van het modernste voorzien. Nee. Op dat eiland toen zeker niet. En ik had ook geen leuke tijd gehad, die 4 maanden. Alleen in die tent. Maar ik heb jiu-jitsu geleerd en daardoor kon ik me verdedigen. Als mensen... Waar? In Cyprus, jiu-jitsu? Had ik van een van de jongens geleerd, die dat kende. Dus dat was me gelukt toen ik alleen daar in die grote tent zit. Er waren tenten die ongeveer zoiets waren. Ja. Als er dan iemand binnenkwam. Maar ik heb dus ook die maanden gevangen gezeten. Moest dan als ik naar de wc moest, nou ja, het waren latrines. Die was een entlopen. Want ik werd bewaakt door... Ja, er was wel een soort burgemeester in Cyprus. Maar dat waren allemaal geen fijne heren die daar zaten. Die dan min of meer politie, want ze grapten van elkaar. En het was nou niet het beste publiek wat daar zat, heb ik gemerkt. En bijna niet voor kon stellen, maar dat is mijn gekke idealisme. Mensen zijn mensen, de mensen die de oorlog zijn doorgekomen, heb ik wel gezegd, zijn niet altijd de beste geweest. Die hadden een hard leven en hun leven was waarschijnlijk ook harder in Midden- en Oost-Europa dan het in Nederland was. Ja, dus dat was een mentaliteitsverschil. Heel groot. Ja. Dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik het zo erg merkte. Ja, want we hebben een paar dingen over geslagen. Toen u in Zuid-Frankrijk kwam, toen kreeg u ook de verantwoording over die hele groep mensen in dat huis. Hè? Ja, daar merkte ik het al. Ja. Dus vandaar die man die dan met mij mee moest om de kisten te sjouwen, dat ik zei, als het in de keuken staat, mag je dat wel nemen. Ja, maar hoe ging dat? Want de Haganah, toen hij dus in Zuid-Frankrijk aankwam... Die gaf iedere week, kwam er een en die gaf mij het geld. Dus u was eigenlijk bijna een soort de baas, de coördinator. Ik was de baas daar, ik vond het heel gewoon. Het is nooit me opgevallen. Ja. Later heb ik begrepen dat dat wel een beetje eigenaardig was. En de meeste mensen ouder dan ik. En dat ze luisterden. Ja. Wat had u mensen die u holpen daarbij ook? Of? Nee, ik gaf alleen opdrachten dat er schoongemaakt werd. En de keuken liet ik ze zelf gaan. Vandaar dat we altijd de soep na het warme eten kregen, want dat was bij Polen. En ik geloof ook Bulgarije met de gewoonte dat je de soep na uitleggroenten zo at. Ja, volgens mij alles tegelijkertijd. Dat vond ik, dat moeten zij doen, hun gewoonte, dat ik andere gewoonten heb. Dan, als je maar doet wat ik wilde, of zij. Ik deed geen dingen die vreemd waren of wat, het moest lopen in het huis. En ze moesten hun eten krijgen en ik moest uitkomen met het geld wat ik kreeg. Ja. En toen, kunt u wat vertellen over de reis op het schip, de Theodor Herzl? Nou, dat duurde wel lang. Want toen we in territorial waters kwamen, toen mochten de Engelsen dan ons proberen te pakken. En dat is ook gebeurd, dat was een oorlogsschip. Wat zoveel hoger lag dan wij, want wij waren natuurlijk eigenlijk te zwaar ook geladen. Veel te veel mensen. Hoor je zo'n stukje boven het water? Nou, dat schip dat was zo. En wij hadden alleen flessen. Daar zorgde de Haganah voor, aan boord om te gooien. Maar gooi maar eens naar boven zware flessen. En zij schoten. Vandaar dat wij dus ook een heel aantal gewonden hebben gehad. Ja, want u was echt, u zat in het gevecht ook. En ze zijn echt gaan vechten. En toen hebben ze de machine ook kapot gemaakt, de Engelsen. Ja. Ik weet niet, geschoten of gemaakt, hoe dan ook. En toen hebben ze ons moeten slepen naar Haifa. En in Haifa, waar wij kwamen, aan deze kant van de kade, was ook een oorlogsschip. Met een hekwerk. Niet alleen dus rails, maar een heel hekwerk daar. Ja. En daar werden we ingeladen. Toen ben ik mijn mezuzah kwijtgeraakt. Die had ik al die tijd hangen met de mezuzah. Ja. En gerukt en weg. Dat zijn dingen die je dan toch blij bent, want ik was natuurlijk... Ik was dol op die mezuzah. Ik vond het een mooi hangertje. Ja. Nou ja. En toen zijn we dus naar Cyprus gebracht. En van Cyprus dus, na een aantal weken, ben ik van het ene kant naar het andere met die drie jongens met een vrachtwagen gebracht. Bagage hadden we natuurlijk niet veel. En nou, toen zijn we in zo'n grote tent terechtgekomen. Ja, met andere mensen neem ik aan. Het waren allemaal tenten. Ja. Het aardigste waren de Marokkaanse buren, waren dus 5 jonge mannen ook. En degene die daar de leiding dan had, was iets ouder. En je kon ermee praten. Ja. Want ze spraken Frans. Ja, dat is natuurlijk het gelukje als je een paar talen hebt geleerd. Dat je dan makkelijk kan praten. En toen heb ik dus... Roemenen zijn voor de Exodus ook gekomen. En dat waren allemaal jonge intellectuelen. Merkte ik later. Die spraken ook wel een taal. En hoe dan ook ben ik met ze dus in contact gekomen, dat weet ik niet meer. En het enige wat mijn vader kon sturen was boeken, pocket. Engels in het algemeen, die ze ook in Nederland hadden. En dat heeft hij gedaan. Dus die stonden daar, dus die Roemenen die kwamen, zagen zo'n rij met boeken bij mij staan. Mag ik er eentje lenen, mag ik er eentje lenen. Maar daar waren ook behoorlijke gesprekken mee te voeren. En dat is ook niet bekakt bedoeld, maar we konden elkaar verstaan en we konden over onderwerpen spreken. Ja. Dus, maar dat was dus allemaal na de vlucht. En toen de jongens terug waren. En het gekke is dat toen we dus gevlucht waren en ik bij de kolonel werd gebracht, hè, wat ik al zei, die zei, wat heb je nou gedaan? Dat ik zei, het is fair play. Ik mag proberen te vluchten. En als jullie me te pakken krijgen, is voor jullie fair play een gevangene terug te brengen. Nou, daar was hij het volkomen mee eens. En toen dus kwam het verhaal of ik een paar jurken wilde hebben, dat ik gezegd heb, nee, dat allemaal niet, alleen alsjeblieft een kop om te kunnen drinken en dat ik niet uit een blikje moet drinken en de hele tijd wonden krijg aan mijn lippen. Ja. En zo nu en dan een Engels tijdschriftje, maar ook daarmee moest ik opletten. Met ten eerste, veel mensen waren dom. Nederland? Nederland is toch een provincie van Duitsland. Waarom spreek je geen Duits? Ik sprak wel Duits. Ik sprak geen Jiddisch. Maar omdat ik Hebreeuws geleerd heb, kon ik altijd uit het Jiddisch het Hebreeuwse woord vinden, zelfde stamletters, en kon ik het min of meer begrijpen. En wanneer heeft u Hebreeuws geleerd? Vanaf mijn 5e jaar. Ja. Misschien hebt u wel eens gehoord van Bram de Jong. Ja. Dat was degene die mij les gaf. En die was toen nog heel jong, toen hij begon les te geven. Ik denk 19 of zo was, zat net op het seminarium. En vond mij maar een lastig kind. Maar ik kreeg dus huiswerk voor de hele week. En ik heb goed grammatica geleerd hoor. En ik vind nog altijd dat dat heel belangrijk is. De opvatting zoals ze nu leren, dat je wat woorden kent. Dan zeg ik, ja, het is niet erg hoor. Als je dus het werkwoord maar noemt. Al is het niet een vervoeging, maar ik vind het verschrikkelijk eigenlijk als je dan niet hij, zij, wat ook. En dat is er ingestampt. En op mijn 9e moest ik dus beginnen met Torah te vertalen. En dat is hetzelfde als het Grieks. Homerus is ook ander Grieks dan het oude Grieks wat je op het gymnasium leerde. Eigenaardig genoeg. Hè? Verleden tijd en toekomstige tijd worden omgedraaid, doen ze en in het Hebreeuws en in het Grieks. Hetzelfde. Maar goed, toen is het een keer gebeurd dat dat woord hoef je niet te vertalen, of die zin. Nou, had hij niet moeten zeggen. Want dan ga je dus met je woordenboekje zitten zoeken. En toen kwam die dus weer en toen zei ik, wat is een hoer? Dat woord wordt gebruikt in de oude. Ja. Ja. En hij kreeg een rode kleur, wist niet wat hij zeggen moest. Ik wist niet wat dat, hè, wat dat was, want dat was nog niet in mijn vocabulaire gekomen op die leeftijd. Ja. Maar dat heeft me natuurlijk altijd, toen ik daar kwam, ook hergeholpen dat ik al Hebreeuws sprak. Maar het wonderlijke was in Cyprus dat een paar Nederlanders, wij zaten dan met z'n vieren natuurlijk. Nou, dat was een geheime taal. En ik kreeg dan, of die burgemeester of wat ook, of de post die dan kwam, 1 keer in de week schreef mijn vader, want als het met de boot ging, dan duurde het 6 weken. En als het met een vliegtuig mee kon, dan was het in een week daar. En die boeken stuurde die. Was er iets van censuur? En dat wisten ze ook allemaal. Ja. Want ze hebben me aangeklaagd. Er was ook een gerecht daar. En daar zaten ook nogal wat Romeinen in die jurist waren. En die je kende. Toen hebben ze me dus beschuldigd van een geheime taal. Toen moest ik voor de rechtbank komen. En dan dat ik gevlucht was. Mijn dode eendje. Ik bedoel, in mijn dode eendje moest ik daar alleen, want toen waren de jongens nog niet terug zelfs. En toen wilde blijkbaar die burgemeester me ook nog eens een keer gevangen zetten daar. Dus nog meer bewaking om je heen. Dat is niet leuk als er meer bewaking is en jij zit alleen in een tent. Ja. Als er vier omheen zit, dan doe je niks meer. Wat is een burgemeester, is dat echt een soort kamp? Was hij de burgemeester, was hij de baas van het kamp? Ja, ja. De Joodse burgemeester. Ja. En er was dus een Joods gerecht op, en dat was omdat ze zo stalen van elkaar. En dan kwamen ze voor het gerecht. En nou, daar heeft hij mij dus ook gebracht. En toen heb ik op een gegeven ogenblik, ze geloofde het niet. Toen zei ik, nou, bel maar naar Israël en vraag maar wie ik ben. Bernstein was een vriend van mijn vader en was toen een van de ministers daar. Die vertelt je wel wie ik ben. Die heeft mij op zien groeien. Dus schrokken ze een beetje. Ze hebben ook gebeld. Ja. Dat werd een klein beetje makkelijker voor me. Wat... Maar Cyprus was dus wel een teleurstelling voor me. Het gedrag van de mensen, wat ik ook niet in zo'n concentratiekampen zo heb meegemaakt. Maar dat komt misschien omdat ik in de Barneveldgroep zat. Ik heb wel gezien in de Barneveldgroep dat ze brood van elkaar stalen. En daar heb ik me al erg over verbaasd. En toen zei mijn vader, als je honger hebt, doe je ook. Al ben je rechter of al ben je arts, doe je zulke dingen. Nou, dat aanvaard je dan. Maar dat ze dat zo in Cyprus deden? Dat... Ja, Cyprus was eigenlijk nog veel slechter, de mensen. Tegenover. Alleen die Marokkanen. Ik ben een keer ziek geworden. En er liepen ook een aantal kippen rond. Die anderen die hadden veel meer geld die daar kwamen. Die hadden van de Cyprioten. Die in het kamp kwamen, want die moesten dan een waterleiding of wat ook aanleggen. Er was alleen een kraantje aan het begin van het kamp waar je dan naartoe moest. En zien iets te krijgen waar je water in kon doen. Dus, het was er wel armoedig, maar goed, er kwamen Cyprioten en die hadden blijkbaar kippen gekocht of kuikens. Voor die mensen die het wilden, dus die liepen rond. En toen ik dus ziek was een keer, toen kwam hij bij me en toen zei hij, ik heb een kip gestolen. Die ga ik lekker voor je klaarmaken. Want jij hebt het meer nodig. Ja. Maar die waren dus wel... Het groepje was ook aardig tegen elkaar. Maar ja, de andere mensen kon je vaak weinig mee spreken. Want... Dat Jiddisch kon ik dan met moeite verstaan, maar zij verstonden als ik Duits sprak het niet goed. Ja. Ik zou zeggen, dan probeer je uit het Jiddisch weer van Duits iets te begrijpen, maar... Nou ja, verder waren het dus Bulgaren en Polen en alles, die toch de Slavische talen spraken. En die zijn voor ons niet makkelijk. Nee. Te leren. Ja, je kent een paar woorden. In de ene gleba, gleb, ga maar door zo'n paar van die voor brood of wat ook. Maar dat is niet spreken. Maar die Roemenen dus wel. En die kwamen. Dat groepje van 4 Nederlanders, die kwam ook uit Theodor Herzl. Waren er ook mensen die er al zaten? Nee, wij zijn allemaal samengekomen. dit groepje. En de andere heb ik dus nooit meer gezien, ook niet in Israël toen ik daar kwam. Ik weet ook niet wanneer zij naar Israël gebracht zijn. Nou, zij zijn in Atlit gebleven, omdat er allerlei redenen waren dat ze dus niet naar Cyprus zijn gebracht, maar in Atlit zijn gezet vanwege ernstige ziekte, dat soort dingen. Ja, dat heb ik niet gezien toen, want als je dus uitgeladen wordt, dan werd je natuurlijk, als hier het ene schip ligt en daar het andere, zo naar het volgende. Maar ik heb niet gezien dat er brancards waren, laat staan dat je ziet. Er zijn wel filmopnames ervan, dus het is wel, kan het je laten zien. Nou ja, ik had natuurlijk, ik heb erover zitten denken ook, misschien nog kunnen ontdekken op de Theodor Herzl dat er één ziek was. Ik weet niet of het echte ziektes waren of wat, het kan je ook gesimuleerd hebben, dat durf ik niet te zeggen. Nee, of het een beetje erger gemaakt hebben, want waarom zijn we naar Cyprus gebracht? Ja. Omdat dat niet al vol was. Ja, nee, maar de een had een miskraam gehad op het schip, dus dat is wel ernstig. En de ander had een hele zware longontsteking. Oh. Dus een soort, dus dat was eigenlijk de reden waarom. En zij zaten ook in de schippershut, waren ze ondergebracht. Of in ieder geval in de stuur. Ja, dat is in ieder geval beter. Ja. Want ik vond dat daar in ieder geval tijdens dat gevecht en alles zaten zij daar in die stuurhut. Nou ja, en als er Israëli's of Palestijnen toen dan, Joden bedoel ik, op dat schip waren, die waren natuurlijk wel gewoon die Spanjaarden, die dit alleen voor geld. Ja. En behoorlijk wat hoor. De zeelieden, hè? Dat waren de zeelieden toch? De zeelieden, ja. De bemanning. En, maar u bent ook getrouwd toch in Cyprus? Of, Als u daar niet over wil spreken, dan doen we dat niet hoor. Maar, ook daar kan ik over spreken. Ja. Dat was een van die drie. Waarmee ik dus in die tent zat. Ja. En we zijn getrouwd toen ik wist dat de staat dus echt in mei zou worden. Uitgeroepen. Ja. Toen zijn we dus daarvoor getrouwd. Ja, er waren rabbijnen ook die daar zaten. Ja. En bovendien, bij de Jodendom dacht ik, mag ook iemand die niet rabbijn is je trouwen, hè? Ja, dacht het wel. Maar in ieder geval, er waren rabbijnen ook, want ik heb daar de eerste keer een rabbijn zien dansen met de Sefer Torah. Oké. Ja. En ik dacht dat dat verhalen waren uit de vorige eeuw. Maar als je dan zo'n oud iemand dan met zo'n rol. Ja. En dan gingen die beentjes zo, dat was hun dansen. En daarachter kwam dan een hele rij. Dat waren voor mij hele vreemde dingen. Waar je iets gelezen had in, god, hoe heette die? Zengwil? Ja, Isaac Singer. Dat je het in werkelijkheid zag. Maar goed, dat was gebeurd. En ik ben iets eerder uit Cyprus gegaan, ook pas in oktober, eind oktober. Wanneer, in welk jaar? Terwijl dus in mei we vrij waren. Dus in mei werd de staat uitgeroepen en in oktober zijn jullie pas want er lagen zoveel bommen in de Middellandse Zee, dus het was moeilijk. En het nieuwe Israël had waarschijnlijk ook niet zoveel schepen, om daar tussendoor geen ongelukken te veroorzaken. Dus we hebben 2 transporten gehad waar ze de zieken weggehaald hebben. Met het derde transport mocht ik mee. En ik was er toen ook niet meer zo sterk hoor. Het was een beetje veel dat tweede na nog eens een keer Theresienstadt. Plus de rest. Nou ja, toen ben ik dus bij mijn tante dan terechtgekomen. En dat vond ik niet zo'n plezier. Ze had een dienstmeisje, maar ze had een groot huis. Voor toen helemaal heel groot. En ze wilde mij ook als een dienstmeisje gebruiken. Dus ik ben veel te snel gaan werken. Ik ben wel naar de dokter geweest en ik kreeg wel pilletjes om op te knappen, maar ik ben veel te snel gaan werken. Nou. En toen ben ik later nog toch ziek geworden. Want waren jullie nog bij elkaar toen al? Of, Nee. Wie is 2, 3 maanden later gekomen. Toen zat ik al lang op die kamer, want ik ben met 1 gaan werken. En heb een kamer gehuurd. Kleine kamer. Omdat zij mannen waren, werden ze langer vastgehouden, toch? Door de Engelsen. Ja, en op mijn transport waren de mensen nog niet erg goed. De allerergste zieken waren eerst weggegaan. Nou, en ik was ook niet meer zo goed. En de godouderen zaten erop. Ja. Dus vandaar eind oktober. En ik geloof dat hij in december of ergens in januari is gekomen. Ja, ja, Pimentel is in begin februari gekomen pas. Oh, kan ook zijn. Ja. Maar ja, het was net zo min zo makkelijk. Het lastige was natuurlijk ook dat ik toen die pleuritis daar kreeg. En in een ziekenhuis terecht kwam. Mijn oom en tante waren doodsbang. Die bleven buiten staan en zwaaiden even en gingen dan. Ze voelden zich toch een beetje schuldig? Of? Ik weet het niet. Weet je, toen was die lange mode en mijn tante die wist dat ik ook kon naaien. Dus die wilde, dat werd toen gedaan, weet je, over van die roosjes en zo, dat het toch langer was. Of een stukje tussen gezet wat mooi paste. Dan wilden ze dat ik deed. En dan, ze kon natuurlijk niet tegen dat ik zei nee, maar ik was ook zo moe. Dus ik kon ook niet zoveel. Ja. En ik moest dus alleen mijn papieren in orde maken in Israël, want papieren moet in orde komen. Ik ben 2 keer flauw gevallen in een bus en door iemand thuisgebracht. En die stond te kijken, een flat met 7 kamers en een tuin eromheen. Zij behoorden tot de zeer goede mensen. Tegenover hen woonde ook Shareet en nog een van de ministers. Dat was natuurlijk als iemand uit een busje helpt om thuis te komen. En die ziet daar zo'n huis wat toen helemaal niet gewoon was. En dat was in Tel Aviv, was dat? Ramat Gan. Het heette nog, het was een dure stukje van Ramat Gan. Ja. Ramat Hasharon? Nee, dat ligt iets hoger. Dat is hoger, ja. Nee, deze wijk Ramat heet Aviv. Anders. Ramat Aviv? Nou, misschien kom ik er zo op. Ramat Gan. Maar ja. Dus de overburen waren Sharet. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, alles was even eigenlijk tegenstrijdig. Jij die daar komt in armoede. Mijn moeder heeft toen een hutkoffer gestuurd met wat servies en dingen daarin. Die is volkomen gebroken aangekomen, ze had een fiets. Ik had een fiets van een auto gekregen. Had ze ook gestuurd. Toen ik daar aankwam was hij al kapot, want haar kinderen waren erop gaan rijden, hadden een aanrijding gehad. Ze heeft ook nooit gezegd, je krijgt een andere niet. Gek. Ja. Mensen die zo wonen, die dat dan nog niet. Alleen, wat leuk was, ik mocht met mijn oom toen mee naar concerten. Hij had een abonnement. Hij nam zijn vrouw altijd mee, maar dus die zuster van mijn moeder. Maar die hield helemaal niet van muziek. Die viel altijd in schrap, dus hij moest iedere keer zo doen. Dus die was opgelucht dat hij mij mee kon nemen daarnaartoe, die er wel van kon genieten. En dat is ook niet prettig als je er altijd zit met iemand die in slaap valt. En dat was door mijn voordeeltje dat ik daarvoor in de plaats mocht gaan. En dat was de eerste maanden toen ik aankwam. Ja, maar dat theater, waar dat was, die concerten? Dat was in Tel Aviv, in het wat er nu nog is. Ja, hoe heet dat? Habima of nee? Nee. Mannheim Auditorium heet dat, geloof ik. Dat wat u noemt, ja. Dat is theater. Het theater, ja. Dat is toneel. En dat was moeilijk te volgen. Ja. Ook al sprak ik tussen Hebreeuws, had ik behoorlijke rijkdom. Ik verlies het nu pas, omdat ik te weinig spreek. Ik kan hem ook niet meer op de radio krijgen, Israël. Want dat je... ja. En bovendien, een taal leeft. Ja. Want ik heb gemerkt dat mensen die ik de latere jaren sprak, en die daar dus net na de oorlog zijn gekomen, die dus hier meer dan 40 jaar waren, hun kinderen daar opgevoed, die zeiden, we kunnen onze kinderen gewoon niet meer verstaan. Nee, dat is een soort slang geworden. Het Hebreeuws is zo veranderd en ja, ook minder mooi. En ze maken fouten, voor mij dan grammaticale fouten. Ze zijn natuurlijk fout, dat ze denken laat. Zoals je ook in Duits hebt, ja, dat men niet meer zo oplet op der, die, das. Ja. He, of het onzijdig vrouwelijk of mannelijk is, dat is ook steeds minder. Maar dat is je zo ingegoten ook toen je Duits leerde. En dat is met Hebreeuws nog veel meer. Ja. Dat. Nu zegt iedereen Sabiba. Huh? Nu zegt iedereen Sabiba, dat is dan helemaal geweldig. Ja, dat zijn van die uitdrukkingen. Nou, ja, dat was een mooie uitdrukking, want uitdrukkingen kende ik niet zoveel. Maar ik papli, wat kan het mij schelen? Ja. En ik kom een keer thuis toen ik daar 3 keer per jaar heen ging voor de verpleegkundigen in Israël. Nederlandse verpleegkundigen die daar naartoe gestuurd werden. En waar ik dan met de ministeries over moest spreken. Dat ze behoorlijk betaald werden en niet minder dan de anderen. En waar woonruimte. Ziekenhuizen wilden ze allemaal hebben, maar ze vergaten om woonruimte. Ja. Nou, je kunt niet iemand die net, jong iemand uit Nederland, die daar moet zien een kamer te huren, dat moeten zij voor zorgen. En de meeste ziekenhuizen hebben tegenwoordig geen zusterkamers meer. Ichilov heeft dat nog steeds in, ja, Tel Aviv. Daar heb ik ook wel eens in geslapen. Maar hoe bent u dan uiteindelijk toch weer in Nederland terechtgekomen? Per ongeluk. Helemaal per ongeluk. Ik ben dus na 3,5 jaar, toen ik dus aan het werk was daar, toen kreeg ik een brief dat ik na 3,5 jaar nu toch eens met vakantie moest komen. En toen zei ik, je moet even wachten. Want ik heb nog niet zoveel gespaard dat ik een ticket kan betalen. Tickets waren toch veel duurder dan ze nu zijn. En toen hebben ze een ticket gestuurd en toen kon ik niet af. Dat is uw ouders hebben. Ja, ja. Zus en mijn, ja, ouders hebben een ticket gestuurd, dus toen kon ik niets meer zeggen. Dus ik ben hier gekomen. Ik had net die pleuritis gehad. Dus ik moest naar een longarts toe. Ik ben ook regelmatig gecontroleerd. Had mijn kleren al weggestuurd. Moest maar een jaar hier blijven, en dat was ook geen prettig jaar. Want mijn man werd niet geaccepteerd. Oh nee. Nou ja, het is gezegd. Ja. En toen ging ik voor de laatste keer naar de longarts toe. Kleren waren al verzonden. En toen zat er een vlekje op mijn long. Ja. Maar in die tijd kwamen zoveel mensen binnen, nog steeds, uit kampen enzovoort, dat ik vond dat ik niet kon gaan. Ik heb zelf dus daar in het ziekenhuis gelegen. De gangen lagen vol met bedden achter elkaar. Dat... mooie brede bedden, mooie brede gangen. Zo vol was het. Maar in Israël of hier in Nederland? in Israël was het zo vol. Ja. Dus ik vond toen me dat verteld was dat ik een tijd rust moest houden, daarvoor had ik niet meer rustig moeten houden. Ja, dat je wat sterker wordt is wat anders. Ja. En, maar het vlekje is hier ontdekt, toch? Dat, ja. Een paar dagen voordat ik terug zou gaan. Dus toen vond ik dat ik hier moest blijven en beter worden. En niet daar waar toen een tekort was aan verpleegkundigen en artsen in die tijd en bedden. Ik kende de omstandigheden te goed. Dat vond ik niet gepast om te doen. Men moest die mensen allemaal opvangen. Ik kan er niet toch een bed of wat op gaan nemen. En zo ben ik eigenlijk in Nederland gebleven. Ik ben daarna getrouwd, maar mijn man was jurist. Een jurist kan niet een baan op zijn gebied krijgen als hij niet goed Hebreeuws spreekt. Dat sprak hij niet. Hij had op het gymnasium had hij als keuzevak, kon ze dat extra nemen, wat Hebreeuws geleerd. Dus hij kende de letters en een klein beetje grammatica. Meestal hebben ze dan les van een dominee. Maar hij had niet veel talenaanleg. En een jurist moet toch die taal goed kunnen en goed kunnen gebruiken, juist. Ja, bij andere banen niet. En het was niet het type wat in die tijd was, die in een fabriek gaat werken of met zijn handen. Ja, vond het jammer. Dus het had geen zin om een huwelijk te beginnen en iemand dus een baantje te laten krijgen. Grotendeels afhankelijk van mij, dat is niet erg, als ik wel een goede baan kan krijgen. Maar dit moet je niet doen. Ja, vond u het jammer? Ja, we hebben wel toen afgesproken dat we regelmatig er naartoe zouden gaan. Met vakanties. Dat hebben we ook gedaan. Ja, ik vond het heel jammer. Dan heb je op Cyprus gezeten omdat je daar naartoe wil. Gebeurt er zoiets waardoor je niet kunt. En om iemand te dwingen te zeggen, over 6 jaar gaan we, dan moet jouw Hebreeuws goed genoeg zijn. Weet je ook niet of je makkelijk een baan krijgt. Ja. Dus het was gewoon de omstandigheden waardoor ik hier ben gebleven. Ja. En toen ben ik door de ambassade gevraagd om voor verpleegkundigen te zorgen. Door de Israëlische ambassade. Omdat er een tekort aan was. Nou ja, dat zijn we toen begonnen. Ik heb een bestuurtje genomen, uitgezocht. Zelfs een katholiek erin, een hervormde erin, een gereformeerde erin, een jood erin. Het zijn toch allemaal niet-Joodse meisjes die er naartoe gaan. Dus het moet een gemengd. Nou ja, iedereen was toen wel gesteld op Israël, niet zoals het nu is. Dus dat was niet zo moeilijk om dat te vinden. En genoeg meisjes, juist als ze net klaar waren, wilden ze erg graag er naartoe. Ook voor 3 maanden en dan onbetaald of voor een jaar en dan gewoon op de payroll, zoals ze het dan noemden. Maar het moet wel goed verzorgd zijn. Want toen ik dus de eerste keer kwam kijken, ik heb altijd mijn eigen reis betaald daar naartoe. Ik had het geluk dat ik bij die vriendin kon slapen. Dus dat niets kostte. En dan zei ik ook altijd, dat is mijn. Was dat de vriendin uit Theresië in de stad ook? Of, nee. Nee, het was er eentje. Die komt uit Wenen. Die schijnt, ik dacht 8 of 39 met haar ouders naar België gegaan te zijn. Toen de oorlog kwam, toen is ze dus ondergedoken in een katholiek klooster. Wat hier bijna niet kon, maar wat ik later hoorde. En van dat klooster is toen later Maar in Noord-Frankrijk, daar heeft ze bij een boer gewerkt tot de oorlog voorbij was. Toen is ze naar Israël gegaan en toen is ze met eentje van de Jewish Brigade, die ik dus hier in de Rimi in Rotterdam had leren kennen, getrouwd. En zo kwam ik aan haar. En hij is jong overleden, toen dacht ze, ik zie je niet meer, dus ik ben met jou ondertussen toch ook goed bevriend geworden. En toen ik dus daarna toch naar Israël regelmatig moest, toen ik merkte dat dat niet goed liep. En dat je dus dat beter moest regelen. Toen heb ik altijd bij haar geslapen. Ja. En dan heb ik het Hans goed leren kennen, maar heel veel de zorg. En de regels en wetten. En toen dacht ik, ik ken veel meer van Israël dan van Nederland. Ik moet zorgen dat ik ook eens in Nederland in een bestuur, wat het gebied van zorg is, dat ik daar ook de gezondheid en wat men ervoor doet, net zo goed leer kennen als in Israël. Ja. Ja, ja. En daarom vind ik dat ik wel mag zeggen dat ik nog altijd wat idealisme heb. Al is dat door een zekere wijsheid toch een klein beetje veranderd. Ik heb mijn eigen reizen daar naartoe betaald. Altijd, dus dat was mijn gift aan. Dus die vereniging Verpleegsters voor Israël. En dat was lang nodig. Er moesten ook behoorlijk wat Israëlische meisjes tot verpleegkundigen worden opgeleid. En er kwamen ook steeds meer ziekenhuizen bij natuurlijk. Ja. Maar dat is nu niet meer zo nodig. Ja. Nou. Maar het was wel een interessante tijd. Ja, ik denk, ja, dus nu, dus als je nog iets wil zeggen, maar ik denk dat, want u bent na de oorlog in Schiedam. Ja, mijn vader ging natuurlijk terug naar de stad waar hij altijd gewerkt had. Ja. En misschien hoopt hij, het heeft het niet uitgesproken, maar hij is ook inderdaad gelijk in zijn baan teruggekomen. Ja. Alleen je hebt niks meer als je daar komt, vandaar dat we in dit bejaardenhuis, wat er nog is, terecht zijn gekomen. En mijn broer is de eerste weken, zonder iets te zeggen, naar de HBS gegaan, want hij begreep dat hij niet naar het gymnasium kon. Omdat hij natuurlijk te veel mist aan Latijn en Grieks. En dat heb ik later gehoord van de directeur. Daar kwam een jongetje en die zei, het was de zomer, ik geloof dat ze nog 1 maand les zouden hebben. Ik wil naar de 4e klas. Dag de 4e. Hij had dan iets tweede gehad in Barneveld. Maar het was natuurlijk een tijdje ertussen. En die directeur heeft gezegd, kom dan deze maand maar achter in de klas zitten. Dan kunnen we zien wat je kent. En toen heeft de directeur tegen mijn vader gezegd, hij kan inderdaad naar de volgende klas toe, alleen hij moet in Frans wat bijgewerkt worden en in wiskunde. En mijn familie is nogal francofiel, familie van mijn vader. Dus daar kon hij meewerken. En wiskunde helemaal natuurlijk, wat hij ook les had gegeven in Barneveld. Dus Herman kwam in de 4e terecht en is 2 jaar later gaan studeren. Ja, beroemde broer toch? Ja. Ja. Nou, en die is er dus ook nog. Ja. Nou goed, ja, dank u wel. Ik wil één vraag stellen. Ja? Een hele andere vraag die Margriet aan jou had gevraagd over het belang van het Holocaustmuseum. Oh ja. Even een switch maken. Ja, wat goed dat jij daaraan denkt ook. Ja, dat was dan nog een vraag van, wat is volgens u het belang van een Holocaustmuseum? In Nederland. In Nederland. He, want dus, ik bedoel, ze willen nu heel graag, het interview is ook voor... Dat is voor mij een moeilijke vraag, want ik heb me er heel erg over verbaasd dat ze dit opgezet hebben. Nou ja, dat is ook een antwoord. Joods Historisch Museum is natuurlijk iets meer de kunst, dit moet iets meer de geschiedenis zijn. Dan zouden er veel mensen naartoe gaan. Is het interessant voor toeristen? Ik weet niet of dit verstandig is geweest. Maar het is gebeurd. En het wonderlijke dat ik er terecht kwam, omdat ik me realiseerde dat ik een aantal maanden geen bericht had gekregen over de opening van een nieuwe tentoonstelling in het Joods Historisch Museum. En toen heb ik ze opgebeld. Toen zei ik, hebben jullie me van de lijst afgehaald? Nee, maar niet iedereen werd meer uitgenodigd. Toen zei ik, nou kan ik me begrijpen, mensen uit Amsterdam komen natuurlijk eerder, moet van verder komen. En toen kreeg ik vlak daarna een uitnodiging voor het Holocaustmuseum. Want dat had wel een tentoonstelling. Dus ze wilden het compenseren en mij nu naar het Holocaustmuseum. Maar toen zag ik dat het Cyprus was. En toen dacht ik, dat wil ik wel eens zien, wat je daarvan kunt vertellen. Want ik wist niet dat er zoveel foto's waren. En zo kwam ik daar terecht. Ja. Nou, en zo. Toen u het verhaal hield en ik het niet helemaal eens was. Ja. En er kan natuurlijk wel eens ook een verschil zijn. En heel veel mensen weten het niet of maken soms iets mooier. Dat merk ik ook. Niet dat ik het doe, maar dat anderen het doen. Ja. En je kunt beter zeggen als je iets vergeten bent. Je kunt toch niet alles onthouden. U hebt ook een keer iets gezegd, dat weet ik niet meer. Ja. Hoe dat was. Terwijl je nu realiseert, we waren daar wel even samen. We zijn in Zuid-Frankrijk niet samen geweest. Op de boot wist ik niet dat zij allemaal gegaan waren, want ik kende ook al die mensen niet. Ik weet alleen dat ik er als laatste stond op die kade, omdat het liep zo goed in het huis. En dan zouden ze me officieel sturen. Dat hebben de andere Nederlanders ook verteld, dit verhaal. Dat ze de hele tijd gevraagd werden om nog langer te blijven. Oh ja, hebben ze dat toch gezien? Nou, dat hebben ze verteld. Nou, dat moeten ze gezien hebben. Nee, maar ook voor hunzelf, weet je wel. Dat ze ook dat groepje van Simon van der Sluis. Die hadden ze ook gezegd van, kunnen jullie niet langer blijven? Dat hadden ze, nee, toen zou ik heel lang over gezoeken. Het waren ook niet zoveel van de Haganah die daar naartoe gestuurd werd. En ik heb toch ook gevraagd, waarom doen jullie dit? Ja. Jij gaat niet al het geld, dat kunnen we niet aan die mensen geven die uit die kampen komen. Ja. Ja. Anderen hadden natuurlijk ook een idealisme. Waarom ze gingen. Eén misschien wat sterker, wat meer dan de ander, maar je had het. Ja. Want dit ging nog niet op de meest comfortabele manier. En sowieso was het al niet comfortabel, alleen al die treinreis van net na de oorlog was dat ook allemaal nog slecht. Wij zijn zo verwend tegenwoordig. Je ziet hoe de treinen nu zijn. Ja? En hoe de treinen die verre afstanden reden op houten bankjes. Ik heb nooit naar Berlijn gewild, wat natuurlijk nonsens was, want ik ging wel altijd overal naar een museum. En Berlijn heeft mooie musea. Nou, zeker 30 jaar niet geweest dat iemand iets over zei. Toen dacht ik, je hebt gelijk. Ik ken zo in Europa alle musea. En daar ben je niet geweest. Dan ga je daar maar voor. Nou, ben ik met een vriendin gegaan. Waar moet je erover stappen? Almelo of Hengelo? Nou ja, het is nu een directe lijn. Is ja, nu wel. Maar misschien inderdaad... Verschrikkelijk. Ja, Hengelo. Dan zit je daar 6, 7 uur op een houten bank. En ik ben nooit dik geweest. Dus dan zit je wel te wiebelen. Want het is zo hard. Ja. En ook daar is op het ogenblik alles zoveel beter. En je merkt het aan die kinderen. die iets niet goed vindt, dat je denkt, ben jij verwend? Nee. Ja, ze zijn ook wel iets verwend. Dat is waar, maar er is zoveel veranderd in die tijd en zoveel eigenlijk makkelijker geworden. Huh? Denk maar aan hun speeltjes, nou ja, het zijn geen speeltjes, maar waar ze op kijken en waar ze naar luisteren wat ze allemaal hebben. Ja. Ja. Ja, goed. Mooi.